Vrijdag 23 oktober 2020. De vrijdagmiddelborrel. 9 alweer van het vijfde seizoen. En het is alsof ik 2 keer met mijn ogen knipper dat we terug zijn bij aflevering 1, seizoen 1. We zitten eindelijk weer samen, Pep. Aflevering 1, daar gaan we wel diep de krocht in. Maar inderdaad, gezellig niet. Ja, dat was met Edson, was dat toch? Was dat de allereerste? Nee, het is niet de allereerste geweest. Wel heel snel in het begin. Dat was de overlijden van Cruijff, maar dat was het voetbalseizoen. Zeker, dan was het zeker met Edson. Ja? Zeker, ja. Dat waren nog de tijden dat jullie geen ventilatie hadden, toch? Dat zeker, dat was Studio 1, zeker. Ja. Dus, dat is nu niet zo handig meer. Ja. Goed, en hele vette gasten. Ik gooi het gisteren op Twitter. Ik heb heel veel zin in deze vrijdagmiddelborrel. Dat is een beetje lullig natuurlijk voor die voorgaande. Simon natuurlijk altijd strak in pak hier. En we missen je ook, Simon. Simon is er vandaag niet, want Simon is de verjaardag aan het vieren van zijn jongste. Ja. Dus gefeliciteerd, Simon. Gefeliciteerd, jongen. Ja, hij wilde nog iets van Easy Toys opsturen, maar dacht ik. Voor Simon. Ja, niet voor die kleine, nee. Rustig. Goed, tegenover me Floor Wesseling. Mensen in de chat hebben het al door wie je bent, aangezien de laatste podcast hebben geluisterd met jou. Oké. Okay. Dus Floor Wesseling, Studio Wesseling, ontwerper, doet hele vette dingen qua shirtjes. Daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben. Heb je nou alweer je microfoon kapot gemaakt? Jongen. En voetballer, want daar moet het ook over hebben. Tegenstander geweest van Jordi Amali. De meeste mensen die tegen Jordi gevoetbald hebben en die ik tegenkom, zeiden ze, zo'n leuke jongen bij jullie. Op het veld zo'n idioot. Het was niet leuk. Nee, ik heb die wedstrijd ook niet met Jordi, maar ik heb met iemand anders ruzie gekregen. Hoe heet die gast eigenlijk? Ja. Ja, ik was niet netjes. En, ook niet netjes. Nee, maar kijk, dat was de eerste keer dat wij 7 tegen 7 speelden. En daar hebben ze andere regels. Een beetje 1,5 meter afstandregels. Maar 7 tegen 7, jij? Zaalvoetbal. Maar je bent toch geen 35 ja, plus? Dispensatiespeler. Op de vrijdag. Ja. Op de vrijdag, ja. 3 weken. Maar het was een ontzettend leuk begin. Behalve na de tweede lockdown alles eruit. Dus kunnen weer maanden gaan wachten. Het was ook jullie eerste keer volgens mij. Ja, en we hebben maar 1 avond mogen genieten in Almere. Echt een superleuk initiatief. Ja. Okay. Ik check trouwens heel even, geluid en zo, loopt allemaal goed of niet, Bruce? Nee, dat loopt niet echt goed. Nee? Oh, moeten we even wachten? Oh, nou, dan gaan we gewoon doen. En naast ons arme Sja, mensen natuurlijk kennen jou van Convo, Champions League show die je bij ons gedaan hebt. Groot Feyenoord fan. Ja. Zit je dan op een goed moment hier? Na gisteravond? Juist wel, denk ik. Ja? Veel te bespreken. Ja, ik had dus met Broesie over. Weet je, vooraf zei advocaat, puntje in Kroatië, lekker. Maar als je die wedstrijd gisteren kijkt? Ja, had veel meer ingezeten. Je moet trouwens iets dichter bij je microfoon gaan zitten. Had veel meer ingezeten. uiteindelijk denk ik dat voor de tweede plek in die pool dat Dynamo Zagreb wel de grootste concurrent is. Al heb ik gezien dat CSKA, of dat Wolfsberger gelijk speelde. Ja, zeker. Ja. Dus ik was wel onder indruk. Hebben jullie gisteren Feyenoord gezien? Of? Ja, een uurtje. Met 2 Ajax-zieden tegenover me natuurlijk. Ik heb een heel groot deel gekeken. En ik vond het heel erg moeilijk om gefocust te blijven. Dat was een hele saaie wedstrijd. Dat wel. Doodsaai. Want daarvoor heb ik AZ zitten kijken. Retteketeteketet. Ja, daar zullen we het zo meteen ook uitgebreid over hebben, verwacht ik. Maar het contrast was groot. Het tempoverschil was groot. Ik vond Dynamo Zagreb zwak wel. Ten opzichte van de afgelopen jaren. Maar het gekke is dus wel dat het eigenlijk de grootste kans in de tweede helft op het eind. Die aanvoerder, dat hij hem zo met zo onder zijn stambenen. Ja. Toen dacht ik, ja, er zit wel gewoon voetbal in die ploeg. Ja, ik kan nu van alles zeggen. Ja, zeg maar. Dan Armin kan vragen, want de stekker gaat eruit. De stekker gaat eruit. Dit was Jordi Amali. Hele kortstondige comeback in de vrijdagmiddelborrel. Nee, ja, even wat dingetjes eruit halen bij Feyenoord. Bijlo, klaar voor Oranje. Ja, dat. Tegen Feyenoorder moet ik dat natuurlijk. Dat roep ik al een tijdje, dus het is Dat spreken jullie Feyenoorders onderling ook. Bruce heeft dat ook altijd. Moet gewoon bij Oranje Bijlo. Ja. Wie anders? Ik zag mensen weer roepen om Sergio Pat. Denk van nou 1 iemand. Moet je die hoor. Nog erbij hebben? 1 iemand riep dat. De oud-voorzitter. Hans Nijland. Zo mooi. Ja. Die riep gewoon, moet opgeroepen worden. Ja. Ik vraag me af wat het is bij Bijlo dat een heleboel mensen steeds opnieuw bevestiging nodig hebben. Frank de Boer had gezegd van laat eerst maar een langere periode zien. Ja. Iedereen is een beetje twijfelachtig over hoe goed hij is. Nou, ik zou niet weten waarom hij meer moet laten zien dan de ander. Ik denk dat hij al geruime tijd prima staat te kiepen. Hij heeft gewoon niet langere periodes gekiept.
Hij is vaak geblesseerd geweest. Dus vaak wat met hem. Ik snap niet dat de Boer dat dan zegt. Hij moet het niveau langere tijd laten zien. Wat wij al tegen elkaar zeiden. Hij moet gewoon een langere periode gewoon onder het lat staan. De keeper van Oranje, die heeft al 6 jaar niet gekiept. Nee. Ja. Dus het is zo'n gek. Ik weet het, je ziet het ook. Want dat, zeg maar, dat het gewoon gaat over Sergio Pat. Of dat Bizot misschien wel eerste keeper zou moeten zijn. Of een kans moet krijgen. Hou op, ik snap dat niet zo goed. Ja. Buijl staat er heel slecht op bij de publieke opinie slash... Maar aan de andere kant vraag ik me ook weer af van... Oké, stel hij komt bij Oranje, dan is hij derde keeper. Dan mag je met Jesper Sillissen en Bizot meetrainen. Een Krul. Of dat het nou ook weer... Of Krul, dat het nou echt waard is. Kijk, het is een leuke bevestiging voor hem als hij in Oranje komt. Maar ik heb liever dat hij gewoon de nummer 1 is bij Jong Oranje uiteindelijk. Want dan kan hij ook echt, zeg maar, wedstrijden spelen. En is hij sowieso een basisspeler. Vertel me wat er... Jong Oranje gaat natuurlijk een jeugd-EK spelen. Daar is hij sowieso bij. Ja, die hebben zich nu gekwalificeerd. Dat is volgend jaar in maart. Ja, dan zou je nu op een gegeven moment wel bij die volgende wedstrijd... Wat spelen we? We spelen er weer 3, toch? Spanje oefenwedstrijd, toch? Ja. Ja, dit is de eerste, toch? De eerste. Maar ja, dat is... Ja, is er echt een meerwaarde om hem mee te laten trainen met het Nederlands elftal? Is dat zo'n bijzondere ervaring? Ja, wel. Natuurlijk. Ja, dat is denk ik ook wel moeilijk in te schatten. Want dat is natuurlijk per persoon anders. Ja. Sommige... vinden die bevestiging heel fijn, of het eraan ruiken, wat ze vaak zeggen, kan ik heel moeilijk voor hem inschatten. Maar ik denk wel dat het gewoon, als hij nu een langere periode zo blijft keepen, dat je in ieder geval het idee hebt van, oh shit, ze zien het wel. Ja. Dat is misschien wel hetgene wat bij hem uitblijft een beetje. Dat hij die bevestiging niet krijgt. Ja. Ja. Ik denk dat het een kwestie van tijd is dat hij opgeroepen wordt, maar ik denk dat hij sowieso de nummer 1 van Jong Oranje moet blijven. Ja. Trouwens, een heerlijke vrijdagmiddelborrel, want ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd midweeks. Feyenoord, dan wel redelijk positief. PSV. Zo! Oké, ja, dat is ongeveer ook mijn reactie gisteren. Ik vond de eerste helft nog best wel vermaakt, maar... En had je die goal gezien? Zo, man! Ja, maar wat ik heel gek vind, is dat je natuurlijk altijd zegt... Oh ja, die zijn goed uit de kleedkamer gekomen, weet je? Maar hoe slecht je uit een kleedkamer komt, PSV, gisteren de tweede helft? Ik heb net bevestigd dat ik AZ heb zitten kijken. Ik ben niet van de generatie dat ik NN doe. Waarom niet? Kan ik niet. Nee, dit is niet waar. Ik focus me hoe heb je ooit vroeger FC Buitenland die 6 competitie, die 837 wedstrijden? Stuk voor stuk, joh. Ja, nee, ja, echt waar. Gewoon samenvattingen, 1 voor 1. Doe ik nog steeds. Okay. Dus jij wel gezien, kan je beter daar zijn. Ik heel eerlijk bekend, ik heb PSV niet gekeken. Wat ik zei, maar dat deed ik ook dus met Champions League. Doe ik schakelkanaal. Ik zat hier dan te werken en ik weet niet hoe je de tv's aankrijgt. Nog steeds weet ik nog steeds niet voetbal kijken. Dus ik had hier schakelkanaaltje. En dan had ik op mijn mobiel, dan zet ik er dan voor, zit ik dan Ajax te kijken. Ja, ik ben van mening, zie je alles net niet. En ik vond AZ Napoli dusdanig leuk dat ik dacht van, ja. ik blijf Laten we daar dan eerst over hebben. Want Hosanna-stemming in Alkmaar. Begrijpelijk vanuit de situatie waar ze vandaan komen. Niet, denk ik, specifiek dat het fantastisch was. Nee. Ik denk gewoon slim plan. En ook wat Slot zei over dat hij gaande wedstrijd tegen een en ander heeft aangepast. Ja. Ook qua strijdplan. Alleen wat ik wel heel grappig vond te zien, want het begint natuurlijk bij die fantastische bal van Stengs. Ja. Toen dacht ik in mijn hoofd echt van... Het zit wel goed met hun zelfvertrouwen. Ondanks, weet je, dat je zo vaak... Je bedoelt die bal, dat hij rechts achterin de bal heeft. Ja. En hem gewoon, wat eigenlijk iedereen leert... Je mag hem niet eigenlijk zo spelen. Dwars openen. Hij opent hem op rechtsback zijnde naar de linksback, naar Wijndal voor mij. Ja. Maar ja, meestal dat je dusdanig vaak deksel op je neus hebt gekregen... Dan sluipt dat wel in die ploeg. En ik vond het, denk ik, dat de trainer dat voornamelijk het mooist vond... En de supporters, dat het wel oké zit met ze, met dat zelfvertrouwen. Heeft niet mee te maken dat ze zo vrij... die wedstrijd in konden gaan met het idee van... ach, al verliezen we, dan heeft iedereen daar begrip voor. En dat is begrijpelijk. Je speelt tegen een topclub uit Italië en je hebt... Ik vind het geen slecht punt. Ja. Maar in de Eredivisie moeten ze meedoen met de top 3. En dan staat de druk er hoog op. En dan is dat misschien net iets te veel voor de jongens. Ja. Je gaat heel vrij zo'n wedstrijd in, joh. Al verlies je 4-0, maakt niet uit. Zij moeten altijd het spel maken. Ja. En nu niet. Ja. Want het was wel grappig wat hij vooraf zei. Zei hij, ja, wij AZ, we missen spelers. We gaan gewoon 4-3-3 spelen. Nou, ik kan heel veel zeggen, het was geen 4-3-3. Nee. Het begon misschien in de basisopstelling dat het als een 4-3-3. Op een gegeven moment 4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-1. Op een gegeven moment was het gewoon alles tegenhouden achterin. Ja. Maar wat ik wel heel grappig vind, is dat het eigenlijk, als je kijkt naar de basis, missen ze eigenlijk 1 speler. Ja. Dat was Boadu. Boadu. En dat hebben ze toen. Hè? Ze zijn met Dani de Wit en Stengs en Sugawara. Dus eigenlijk viel het wel mee. En als je dan helemaal kritisch gaat zijn op AZ. Als je ziet hoeveel
Kansen viel op zich nog wel mee met Napoli. Maar hoeveel mogelijkheden ze kregen. Ja, ik bedoel, uiteindelijk de expected goals. Een beetje een kopbal vanaf de 6 meter van Osimhen. Ja, ik snap überhaupt niet dat je die bal niet normaal op doel krijgt. Maar dat het wel vertekend is, zeg maar. Tuurlijk is het een superknappe prestatie dat je daar wint. Maar het geeft niet goed weer wat de wedstrijd eigenlijk was. Nou, ik zag van Alex toevallig vanmiddag Alex Lusman. Statistieken. En ze hadden 25% balbezit. Ja. AZ. Ja. Dus, ja. Ja. 20 schoten, Napoli 20 keer geschoten, 9 keer van mij op doel. En AZ 1 of 2 keer. Moeten we niet gewoon een beetje blij zijn dat we daar van afstappen? Als zijnde, als meetfactor. Van ja, we hebben 0-1 bij Napoli gewonnen, maar niet op z'n Hollands. Ja, nee, ik vind het juist heel vet. Ik vind het heel vet dat ze zeggen... Maar meer dat gelijk weer wordt gezegd... goede tactische fonds, zag ik... Maar dat is bij iedereen in de eredivisie onder de top 3... die 2 keer heeft gewonnen, die gaat de top 3 aanvallen. Ja, maar dat is meer mijn ding, zeg maar. Nee, want ze hebben het vorig jaar... ze hebben het vorig jaar een heel seizoen goed gedaan. Ja. Maar dat het nu dan wordt gedaan alsof het lek boven is. Terwijl ze de afgelopen wedstrijden speelden ze beter dan dat ze gisteren deden. Dat is ook niet zo gek, hè? Alleen... Ja, waren ze gewoon heel slordig op het eind. Ze moeten in de Eredivisie nog echt wennen, denk ik, aan de positie van... dat zij eigenlijk bij de top 3 behoren, weet je. Ik bedoel, vorig jaar waren ze gedeeld eerste... Het ligt heel gevoelig wat je nu zegt, hè. Maar zij zijn toch, toch al geruime periode dat ze van sowieso het rechte rijtje moeten winnen. Aan hun stand verplicht. Ja. Ik denk dat dat weer zo langzamerhand... Kijk, we hebben nu een gek iemand hoog staan in Twente... Stel, die houden dat heel lang vol. Dat dan volgend jaar moet je even knopje om. Ja. Van ploegen gaan anders tegen ons staan. Maar... Klopt, ja. Maar ja, bij... AZ is dat toch al voorbij. Je hebt oranje selectiespelers. Je hebt, weet je... Dus er komt toch een soort van verwachting bij. Van, wij horen nu... Maar inmiddels 5 jongens... Nou, ik weet niet of Bizot al heeft gespeeld voor oranje. Maar 4 internationals al, hè? Van Nels Elftal. Naar aanleiding van gisteren, het lek boven. Het is onzin. Oh. Maar het kan wel echt goed bijdragen. Onzin? Heftig dat, worden. Als je ziet hoe de jongens aan het glunderen waren. Dani de Wit zegt, belangrijkste doelpunt uit mijn carrière. Ja. Dat stukje vertrouwen en natuurlijk die slotfase. Waarin ze behoorlijk gebombardeerd werden. En die ze nu een keer overleefd hebben. Dat is toch belangrijk, gewoon in de competitie. Mentale denken, ik denk namelijk de afgelopen week dat wel heel pijnlijk is geweest. Ja, ik denk dat een paar heel bloednerveus waren die laatste 10 minuten. Ja, Broes zei dus dat, omdat je nu in een wedstrijd dat er geen publiek is, dat je het extra goed kan horen. Napoli pompte nog 1 keer die bal en toen werd er afgefloten en dan... Vooral die opluchting. Ja. We hebben een keer een voorsprong weten vasthouden. Ja. Dat is, Hoe denken jullie dat de clubs die deelnemen aan de Europa League... het echt als iets belangrijks zien? Helemaal in deze situatie. Ja, het prijzengeld is niet zodanig groot. Het ging meestal om de eer. Nou ja, supporters heb je niet meer die leuke Europese avonden hebben. Plus het vermoeiende altijd van de Europa League is... dat je in alle uithoeken van Europa moet zijn. En dat wil je nu helemaal niet zijn eigenlijk. Ja, maar kijk, Napoli gisteren gewoon voor mij vaste opstelling. Dat dus dan nemen ze het gewoon heel serieus. Wie maar bedoelt, ze? Tussen de oren van de spelers, hè? Midden, ze hadden eigenlijk de voorhoede in stand gehouden. De rest was veel bankjongens, breedte jongens, hoor. Wie hebben achterin ze? En op middenveld. Op middenveld? Volgens mij de hele achterste linie stond afgelopen weekend niet erin. Maar Napoli kan dat wel hebben. Speelde Koulibaly afgelopen weekend niet tegen ik heb het gewoon over bij spelers zelf. Hè? Dus... Slecht gisteren, Koulibaly. Nee, maar ik denk, die topclubs, die blijven hetzelfde benaderen. En dan zijn ze vaak nog goed genoeg om die groepsfase te overleven. Ja. En na de winter, als we er toch in zitten. En volgens mij hebben ze het ietsjes aantrekkelijker gemaakt. Want ik weet nog dat er volgens mij wedstrijden van Twente of AZ, die kosten geld in het begin van het seizoen. Ja. Daar kwam je niet, financieel kwam je daar niet uit. Volgens mij is dat wel iets rechtgezet. Dus het is gewoon, we doen mee. We zijn waarschijnlijk goed genoeg. Maar ja, je ziet best wel... het wordt eigenlijk steeds erger. Als je naar de uitslagen kijkt, dat Israëlische ploegen winnen. Ja. Dundalk stond op een gegeven moment een lange periode... in de wedstrijd voor tegen Molde. Ja, dus je zegt, drie wijzigingen ten opzichte van het weekend. Keeper, centraal verdediger en controleur. Lobotka, hè, speelde. Lobotka speelde. Ja, Manola speelde niet. En Ospina speelde niet. Ja, het is toch... Europa League wil je toch, weet je, speciaal voor een club als bijvoorbeeld Feyenoord, dat je weer Europese avonden meemaakt. Maar dat valt helemaal weg, joh. Ja, het ding is, je krijgt die competitie nooit meer sexy. Dat kan geen brandmanager of wat dan ook tegenop. Het is gewoon een stempel en dat is voor het leven. En dan komt er zometeen nog een competitie onder. Ja. Even, jij noemde net Dani de Wit, hè? Ik ben wel benieuwd als Ajax ziet. Hoe keek je vroeger naar Dani de Wit?
Nou ja, die ken ik alleen van misschien 1 of 2 wedstrijden. Ja. En, maar ik ken hem wel van AZ en ik vind het ook best een goede speler. Ja, wat mijn ogen... Ik zie hem niet als voorhoede speler, maar dat is hij wel. Ja. Nee, gewoon qua hoe hij eruit ziet, zijn fysiek en zo. Ja, ja, wat ik heel gek vind, zijn hoogtepunt als... In ieder geval, denk ik voor Ajax-supporters is het VAR-moment dat Kuipers die pingel geeft tegen PSV, dat hij daarachter staat te juichen. Ja. Dat was misschien wel zijn hoogtepunt bij Ajax. En ik had altijd wel het gevoel van... goede vervanger voor Til. Zeker met de financiële keuzes die er gemaakt zijn. Veel geld gekregen voor Til. Nou, Daniel werd als opvolger. Bij Jong Oranje scoorde hij altijd wel veel. Maar bij AZ tot dit seizoen te weinig. En nu op een gegeven moment het ketchupverhaal. Mag niet meer? Nou ja, ik ben nooit heel erg fan geweest van het 15 jaar lang herhalen van hetzelfde... element. Ken je het ketchupverhaal? Nee. Ik ga het sowieso niet vertellen. Staat het op Wikipedia? Je weet toch, als je ketchup pakt, dat het altijd lastig is dat eruit komt. En als het er eenmaal uitkomt, dan spuit het eruit. Ja? Dat is hetzelfde met doelpunten. Als er eenmaal die eerste is... Ja, okay. Het is ooit het verhaal met Van Nistelrooy, toch? Ja. Dat was het. Ja. Nu met Dani de Wit. Ja, gaat alles erin? Veel wel, ja. Ja. Op weg om misschien topscorer te worden alle tijden bij Jong Oranje. En gisteren maakte hij ook gewoon een goede goal. Ja. Deze manier. Nee, dat is het. Ik ben het wel eens met hoe Florum ziet. Dat ik ook. Dat heb ik ook een beetje. Het is niet de sierlijke aanvaller, zeg maar, wat je erin ziet. Maar gewoon bonk energie, loopvermogen. Ik denk vanuit AZ-perspectief heel erg gekeken. Wat kan hij? Wat zijn zijn pluspunten? En dat kunnen wij goed gebruiken. Ja. Waar erger jij meer aan op Twitter? Aan AZ-supporters op Twitter of PSV-supporters? AZ heb die mensen online? Dit is zo heftig, hè? Wat? Doe nou eens lief, man, tegen godskleren. Nee, hoezo zullen er geen AZ-supporters online veel, zijn? Nou, maar dat is, clubs zijn heel scheef vertegenwoordigd. Of tenminste, clubs die mij opzoeken. Ik ken wel volgens mij voor mijn gevoel 25 mensen op Twitter die leuk zijn van Vitesse. 25? Ja, zeker wel. Ik ken er 1. Nee. En noem eens 2. Nee, maar... noem er 2. Ik heb er echt veel. Nou, nee, noem serieus. Maar 2. 2. Jorin. Ja. En... Jezus Christus. Nou, dit vind ik echt heel erg. Je zit niet op Twitter, of wel? Nee, dat doe ik niet. Nee. Ja, jij volgt het ook wel, toch? Die beef die... Kijk, ik vind het altijd mooi dan... Als het dan over een transfer gaat of een speler... weet je, dat supporters van andere clubs zich heel erg daarmee bezig houden. Dat was toen Gutsen toen naar PSV ging... dat Ajax-supporters het 2-3 dagen daarover hadden. Ja. Weet je, dat die daarheen ging en... Dat vond ik wel echt leuk. Dat was ook het eerste waar ik aan dacht toen ik hoorde dat Gutsen naar PSV ging. Ik denk, zoveel Ajax-supporters die denken, die er zo erg mee gaan zitten. Want ik denk van, hé, hoe kan zo'n grote speler... Ja. Want Ajax-supporters hebben meestal van, als er een grote buitenlandse speler naar Nederland komt, dan is er maar één reden om naar Nederland te komen en dat is Ajax. Ja. Ja, dat is wat in de meeste gevallen ook, weet je. Dat is kan ik als Feyenoord supporter wel zeggen, dat is begrijpelijk. Maar ik vind het gewoon leuk dat hij gewoon naar PSV ging. Ik vond het gewoon leuk. Ja, ja. Ja, ik vind het ook wel mooi. En het blijft, ik blijf het best wel onwerkelijk. Ik blijf best vreemd vinden, zeg maar, dat zo iemand op zijn 28e nu in de Eredivisie kon spelen. Hij, Tom Meerdink. Sorry. S.O. Tom Meerdink. Je hebt ook naam, Leon, sorry. Hè? Leon? Mottesedan? Mottesedan, die zeker. Oh, jezus. Old school legend. Ja, nee. Maar dat bedoel ik. Dat is toch oprecht zo. Ja, snap ik. Sommige clubs hebben heel veel supporters online. Sommige clubs hebben bijna niks. Nee. PSV ook niet veel, hoor. Ja. Maar, nee. Nou. Nou ja, misschien wel meer. Maar dat is dan natuurlijk dat mensen dat dan vanuit Ajax, PSV of zo, dat niet bij mij op de radar komt. Maar Gutsen is dus na Dries Mertens voor mij de eerste debutant. Die zowel scoort bij zijn Eredivisie-debuut als bij zijn Europese debuut voor een club in Nederland. Hij bewijst wel weer zijn diensten gisteren. Zo, maar we hadden het dus over dat tegen Packfield wel mee eigenlijk, weet je. Ja, hij scoorde natuurlijk, maar was vrij anoniem. Maar gisteren... Ja, waarom ging hij eruit? Nou, hij had lichte pijntjes, had hij. Dus geen blessure, lichte pijntjes, zei hij. Ik denk dat het bij hem ook wel meespeelt dat hij graag bij een club speelt die in de bovenste regionen meedoet. Ik denk dat hij in Duitsland best wel ervan bewust was van, oké, ik word nu weggestuurd bij Borussia Dortmund. Ik ga niet bij een tenminste, hij kon naar Leverkusen. Ja, nou, Bos wilde hem heel graag. Alleen de club zei, we gaan... Ja, ja Bayern natuurlijk. Nou, dat komt hij sowieso niet voor in aanmerking. Je moest je klap, Bach. Ja. Maar er was genoeg interesse, in ieder geval wat je van mensen hoort. Er was genoeg interesse in hem. Alleen, maar waarschijnlijk van middenmotors en subtoppers. En heeft hij zoiets van, ik wil gewoon altijd bij de beste team
bij de beste teams van de competitie horen. En dan kom je bij Nederland uit. Want Italië of Spanje zie ik hem niet zo snel. Voor hetzelfde geld ging hij naar Porto. Nou, het is iets tekenen dat natuurlijk op de laatste dag gebeurt. Want dan betekent dat andere opties dat hij daarnaar heeft gekeken. En dan denkt, oké, dit hoeft niet. En dan zelf met dicht bij de grens. Roger Schmid. Ja, precies. En dat hij, zegt, om de hoek, hij woont in Düsseldorf, toch? Ja, hij woont gewoon in Duitsland, geloof ik. Ja. Het is gewoon om de hoek en het is ook een goed nest om in terecht te komen. Denk ik ook wel. Ja. Ja. Duitse cultuur nu toch? Ja. Duitse trainer. Duitse taal al bijna daar. Misschien heeft hij een basisplek geëist. Ja, zolang hij het kan. Ja, ik denk dat hij ook wel nu de tijd krijgt, zeg maar. Want ik vind het wel opmerkelijk dat je heel vaak bij trainers hoort, weet je. Nee, hij is nog niet wedstrijdfit, hij moet optrainen. Zo. Maar Schmid kiest er juist voor. Hij is niet wedstrijdfit en hij moet nog... hij is de nog beste? Nee, maar dat hij juist hem steeds laat spelen. Ja, gewoon juist die manier. Nee, maar juist vaak wordt er gezegd, weet je, op een andere manier. Hij moet fitter worden en dan gaat hij pas spelen. En nu kiezen ze gewoon voor de andere. Ik denk dat een stukje kwaliteit en status daar ook mee te maken hebben. Van luister, fysiek ben je in orde. Je moet wedstrijdritme opdoen, dus je speelt. En dan speel je 60 minuten, 45 minuten en zo bouw je het uit. Ja. Want dat andere verhaal, dan zit je toch een beetje in de knoop. Lijkt altijd een beetje een excuus. Ja. Trainen, maar ja, hij is niet wedstrijdfit. Ja, als je hem niet gebruikt, wordt hij ook nooit wedstrijdfit. Nee, maar dat is het ook, is zeker. Maar jullie hebben dus allebei... oh jeetje. Nou, we laten PSV voor wat het is. Gaan we het hebben met Freesia. Ik hoor mezelf nu nog een keer dubbel. Hoi Freesia Cousinho Arias. Hallo Nieuw Petersen. Hallo. Wat een lief appje kreeg ik van jou vandaag. Dit mag je ook wel eens kennen, hè? Vriendin van de show. Die gewoon appt. Hé, ik ga vandaag naar Groningen. Voor Oranje tegen Estland. Vrouwen kwalificatiewedstrijd. Oh, vrouwen. Ja. Beetje pluggen. Hey, beetje pluggen van de vrouwen. Oh, maar dat mag wel, Freesia. Shots. Lekker. Hey. Hey. Lekker. Ik klaar straks hoor. Ja, zeker. Tegen wie moet ze? Je zei het net. Nou, ik wil net zeggen, jouw beste vlog, je hebt er één gemaakt. Dat was bij de start van het EK Vrouwen 2017. Absoluut waar. Ja, als je nu in de chat zit en je hebt nog nooit een vlog gezien van Fev, die moet je even zoeken, waar Freesia ook een uitstekende rol in speelt. En Leonne. Maar, ik weet het niet meer zo goed. Nee, ik denk dat niemand het meer weet. Toch? Niemand weet het meer. Nee, volgens mij ook niet. Maar vanavond inderdaad Nederland-Estland. Nederland kan zich kwalificeren voor het EK. Ik zag een goede quote van Danielle van der Donk. Die zei, we gaan een klein feest vieren. Niet met drank erbij, want we hebben dinsdag al de volgende wedstrijd. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit komt te zien dan. Na 8 uur wordt dat is dan verboden. Ah. Als dan geschonken wordt in het stadion, dat soort dingen, dat mag dan niet. Maar jij hebt inside info, hè? Want jij weet zeker dat er al champagneflessen naar binnen zijn gevoerd en dat soort dingen. Ja, nee, ze zullen echt een heel bescheiden feestje gaan vieren. Normaal hangt er rondom die kwalificatie, wat we van de voorgaande edities weten, wel iets meer euforie. In 2015 moesten ze via de play-offs naar het WK, dat was toen in de eerste WK, dus toen waren ze echt uitzinnig. Voor het afgelopen WK hadden ze ook spannende play-offs, moesten ze nog tegen Zwitserland spelen. En het EK van 2017, dat was natuurlijk in eigen land, dus daar hoefden ze zich niet voor te kwalificeren. Dus het is een beetje een gek gevoel. Estland hebben ze vorige keer ook 7-0 van gewonnen, dus ze gaan sowieso ook winnen. Maar eigenlijk is die hele kwalificatie, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de status die de Oranje vrouwen op dit moment hebben. Dat het wat makkelijker gaat allemaal. Dus ze zullen blij zijn, maar daarmee is het ook wel gezegd. Goed, ja, we kunnen nu echt gewoon... Ik denk dat hier het knopje audio is uitgedraaid, want woorden dus niet... Je laatste minuut was weg, Free. Maar dat was wel haar beste minuut. Oh, top. Het is misschien ook maar wel eens goed, hè, dat mijn audio wordt weggedraaid. Ze maken nu ruzie in de regie. Oh, ja, er wordt nu iemand omgebracht in de regie. Maar... uitstekend. Wij horen Freesia op dit moment niet. Als het maar niet Roes is. Nog steeds horen we Freesia niet. Oh, hallo? Er is niks veranderd sinds het begin van het gesprek. Laten we dan even kijken of we Freesia dan zo opnieuw even terug kunnen bellen. Want dan kunnen we tenminste... je zag het aan haar ogen, hè? Zo bezig met een fantastisch... Hoe dan, over die punten achteren? Ja, die punten achteren. Hoe kan je nou tegen Estland met de punten achter gaan spelen? Sarina Wiegman, dik contract getekend in Engeland. Hoe durf je in de euro... Want ik wilde zeggen, in de Euroborg. Wat is het? Hitachi Capital... Hitachi Capital? Ja, dat stadion van Groningen. Wat? Weet ik veel. Over Groningen. Ja, hoe heet dat stadion? Ja, jij hebt gewoon over Hitachi. Dan moet ik altijd aan die forklift van Dordrecht, toch?
Dat is Mitsubishi forklift. Van Almere. 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 Goh, dat gaat hier helemaal mis. Free, kan je nog even iets zeggen? Ja! Hey. De punten achter. Weet je wat nu echt heel vet was geweest? Als Freesia gewoon helemaal niks zei. Dat is gewoon... Niet zo vaak voor, zoals je weet. Nee, inderdaad. Nou, ik vond dat punt van... gekke kwalificaties, zeg maar. Je komt zo meteen op een punt, Free, dat het normaal gaat worden dat je je plaats voor een eindtoernooi. Ja. Moet je dat gaan beschermen? Dat je zegt van nee, we blijven het gewoon vieren, want het blijft, weet je, we proberen dat vast te houden. Of moet je er naartoe gaan van, wij zijn zo goed, dit is normaal. Nou, ik denk wel zeker met het team wat je nu hebt. Kijk, hierna komt er wel een punt, na de Olympische Spelen, denk ik. En dan gaat er wel een streep onder deze lichting. En dan zijn er echt wel een hoop meiden die heus nog kunnen blijven spelen. Maar het team zoals het is en wat Nederland heeft leren kennen... ja, daar gaan er wel een paar van wegvallen, omdat het doorgeselecteerd moet worden. Dus juist ook voor de jongere meiden die erbij komen, ja, dan moet je het wel, je moet het wel altijd blijven vieren als je erbij bent. Want het is zeker speciaal. Alleen ook het WK van 2023 komen nu weer meer deelnemers bij. Dus de toernooien worden groter, dat is goed voor het vrouwenvoetbal. Maar dan is het wel vanzelfsprekend dat je als Nederland daar gewoon tussen zit. De organisatie dacht bij het WK, zo'n Thailand, daar hebben we er meer van nodig. Ja, dat is erg. Ik had het daar toevallig met Sarina nog afgelopen week over, Sarina Wiegman. Maar die landen hebben het wel echt nodig om de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal ook verder te brengen. En ja, het was bijvoorbeeld afgelopen WK, als je Thailand tegen Amerika zag, ja, het is wel... Oh ja, dat pijnlijk, was toen, hè? Maar ook voor dat soort landen is het wel echt nodig om het vrouwenvoetbal verder te brengen. Ja. Ja, en uiteindelijk ook wereldwijd, weet je, omdat er gewoon heel veel landen zijn die uiteindelijk mee kunnen gaan doen. Ja, daar zijn wel daarvoor dan wat jaren nodig dat er wat monsters uitzagen tussen zitten. Ja. Hey, maar even ding rechts. Eigenlijk zou volgend jaar het EK toch zijn, maar dat is toch doorgeschoven? Of zeg nou iets heel geks? Nee, dat klopt. Het EK is nu doorgeschoven. Dat zou eigenlijk volgend jaar zijn. Ja. Want het WK was natuurlijk vorige zomer. Maar dat is nu verplaatst naar 2022. Ja. Dus dat maakt ook nu... de plaatsing en de euforie nog iets minder, omdat ja, het is zo ver weg nu. Nou ja, en het gek is natuurlijk dat Sarina zich met Oranje nu kwalificeert voor het EK. En straks op het EK het opneemt tegen Oranje. Ja, ja, daar had ik er ook nog naar gevraagd gisteren om precies te zijn. Dat ik zei van ja, die meiden zijn straks blij, want ze zijn erbij. En jij bent blij, maar jij hebt wel een pittige tegenstander erbij. En toen zei ze, ja, dat klopt ook wel, alleen... Ja, zij heeft juist in aanloop naar de afscheid, heeft ze twee dingen steeds genoemd die ze nog wil doen. Ze wilde zich kwalificeren met deze groep voor het EK. Nou, daar kan nu een streep onder. En, ja. En de tweede was goed presteren op de Olympische Spelen. Dus daarmee komt ook het afscheid van Sarina Wiegman wel dichterbij. Ja. Maar ook Wiegman is gewoon blij, ondanks dat ze wel een pittige tegenstander erbij heeft op het EK. Ja. Hey, even één vraag. Ik kreeg laatst die vraag... Wie was dat nou? Was het nou aanleiding met jou, de podcast met jou, Floor? En ik weet dat Leone heeft ooit geprobeerd om een vrouwenkledingmerk in de markt te zetten, hè, voor vrouwelijke voetballers. Waarom, dat weet jij misschien wel vanuit de kaart, waarom zijn er nooit speciale tenues voor vrouwen gemaakt, zeg maar, bij Oranje en zo? Ja, die zijn er zeker. Ja, maar ook met broekjes en zo? En, want Ja. Ik heb zelf voor het EK 2017... Ja? Daar hebben wij nog de laatste... Daar heb ik voor het eerst een vrouwenshirt gemaakt. Nike deed het al veel langer. Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar dat gebeurt. En ook bij andere... Adidas doet het ook. Bijvoorbeeld Duitsland heeft zelfs een eigen ontwerp. Ja, dat bedoel, ja want het ontwerp is wel hetzelfde. Ja, ik zeg okay. Het verkeerd. Want de pasvorm en dat soort dingen is nu wel aangepast voor mij. Nou, ik vind het ook wel goed dat de dames gewoon hetzelfde dragen als de heren. Ja. Qua uitstaan. Nee, omdat Duitsland heeft het wel, hè? Ja. Ja. Ja, die hebben echt apart. Maar ik moet zeggen, als je het vergelijkt met Nike... want ik heb laatst weer wat door elkaar geknipt. als je Adidas bekijkt met België en Duitsland bijvoorbeeld... die hebben toch een iets rechtere pasvorm dan Nike bij met Nederlands elftal bijvoorbeeld. Dat zit echt veel beter en de broek ook. Okay. Dus er is wel verschil. Ja, dat is wel echt een groot verschil inderdaad. En dat zie je ook bij de clubs... Ja, ik vind niet dat elk merk het nou heel erg goed doet, maar er is wel echt wel, bijvoorbeeld Nike heeft het echt wel gewoon supergoed voor elkaar. En wat ook wel veranderd is de afgelopen jaren, en daar ben ik zelf bijvoorbeeld wel heel erg blij mee, is dat ze hadden bijvoorbeeld dan wel een vrouwenlijn, maar die brachten dan niet groots uit. Dus dat was dan niet voor fans makkelijk te krijgen, of gewoon als je een shirtje wilde kopen. En dat is nu wel echt zo. Engeland en Frankrijk hebben bijvoorbeeld wel echt een vette lijn. En dat kun je in principe overal gewoon nu heel makkelijk krijgen.
Oké, heel goed. Laatste vraag. Twee vragen. Gaan we dubbele cijfers halen vanavond in Groningen? Nou, ik moet zeggen, vorige keer tegen Estland was het dus 7-0. Maar ik weet niet welke beelden Estland had bekeken voor hun tactische plan. Maar ze gaven echt super veel ruimte weg toe, toen. Dus ik ga ervan uit dat ze nu wel iets compacter gaan staan. Maar daar tegenover staat wel dat bij die Oranje Vrouwen leeft wel echt dat ze, omdat de fans er niet bij zijn, dat ze juist nog een betere wedstrijd op de mat willen leggen. Okay. Dus ik denk geen dubbele cijfers, maar ik denk wel weer 7-8-0. Oké, en als we één vrouw in de gaten moeten houden bij Estland, is dat dan nog steeds Catherine Lou? Ik heb echt werkend waar geen idee. Oké, nou lekker voorbereid naar je werk. Lekker, Free. Het zegt genoeg. Ja, ik ga geen Estlandse interviewen en als het goed is hebben zij amper de bal. Dus dat komt wel goed. Okay. Nou, Free, goede reis. Ben je er eigenlijk al of moet je nu gaan rijden? Nee, ik sta nog ergens langs de A6 net de Amsterdam uit, dus ik moet nog gaan rijden. Ja, succes. Goeie, veilige reis. Veel plezier vanavond. En met wie doe je het eigenlijk vanavond? Met wie doe ik wat vanavond? Ja, de show. Wat dacht jij dan? Nee, je mag ook andere dingen hier gaan vertellen, hoor. Kom maar, Free. Ja, nee, dan moet je nu doorpakken ook. Halen na afloop. Dus die zijn straks te zien in Fox Sports vandaag. Oké, okay. Hartstikke goed. Dankjewel, Free. Goeie reis. En maak er een leuke show van, want dan heb ik wat te kijken onderweg. Luisteren, sorry. Luisteren, jongens. Luisteren, niet kijken. Niet kijken, luisteren. Dag, Free. Doei. Zin in! Estland. Zo. Punt naar achteren, ook. Nee, dat is dus de vorige keer ging dat ging het niet goed. Ik heb even de bondscoach van de Estse vrouwen gesproken. Ja. Ja, gaan... Nee. Wel gek dat het zo snel is gegaan trouwens met het vrouwenvoetbal. Wat Free zegt over die kwalificaties. Dat het zeg maar met EK en WK vorige keer nog play-offs nodig waren. En nu twee vingers in de neus. Ja, het is wel een boel veranderd denk ik ook. Nee, maar hoe snel dat is gegaan met, ook met die lichting en zo. Maar ik proefde een klein beetje in het verhaal van dat de eerstvolgende lichting het niet zomaar even overpakt. De kwaliteit die er nu rondloopt. Nee, maar ja. Ga natuurlijk wel nog een paar, enige tijd mee, denk ik. Ja. Kijk je veel vrouwenvoetbal? Alleen met hoofdtoernooien pak ik wel wat dingen mee. Jij? Ja, ik ook alleen hoofdtoernooien. Ja. Ik heb de ster van Oranje is natuurlijk Miedema. En ik kwam van een week achter dat ze Hoe is het record? Ja, maar ze is pas 24. Ja, precies. Kan je nog wel even opbouwen. Ja, ja wel goed. Ik vind het mooi om te zien, omdat je natuurlijk niet zo heel veel kennis van zaken hebt. En dan een paar keer die eindtoernooien hebt gezien. Je ziet in haar gewoon echt een killer. Gewoon zoals een mannelijke spits die je gewend bent. Die gewoon Ruud van Nistelrooy, die alleen maar komt om te scoren. Die wil helemaal geen hakjes doen of wat dan ook. Mijn god, die ramt ze echt van alle hoeken en standen erin. Ja, ik vind dat ook. Speelt dan bij Barça? Nee, Arsenal. Arsenal. Oh ja. Atletico. Ja. Arsenal, ja. En er wilde iemand weten, even kijken, die stuurt het net. Wout-Jan Balhuizen, wat Floor Wesseling te zeggen heeft over de Arsenal-shirt. Van Pharrell nu? Williams. Oh, die hele lijn van Human Race. Ja, ik zag vanmiddag ook de rest. Ik vind het best wel tof. Het is een soort van mini tie-dye. En die, met name die van Juventus. Juve, die roze. Die roze. Die is dat vet, is het man. Vierde shirt, toch? Wat ze nu... Is dat niet dat oude shirt van twee jaar terug? Spelen nu? Ah, best wel langer terug, denk ik. Langer terug. Drie, ja, drie, vier. En spelen dit weekend spelen ze mee, hè? Ik zag Willem Haak. Erin spelen. Ja, Willem Haak zag ik... Ja, ik vind het mooi. Het is een soort van aquarel-achtig... techniek. En het is heel ik vind het ook heel stoer dat Adidas dat doet. Zeg maar. Ja, want uiteindelijk doen hun het natuurlijk. Ja, want als je kijkt bijvoorbeeld naar die shirts van Arsenal, maar ook nu van Juve. Je proeft als je dit soort shirts ziet ook wel dat er echt, omdat er zoveel shirts zijn, dat je toch wel iets anders moet doen dat de mensen uiteindelijk dit gaan kopen, toch? Nou, je bedoelt deze marketing stunt met Pharrell Williams? Ja, maar dit is gewoon meer om Adidas goed in de voetbalcultuur te krijgen. Ja. Maar als ik eerlijk ben, vind ik vaak dat de Adidas behoorlijk conservatief is en blijft terughoudend. Ja, dit is hem de Human Race. Als je het vergelijkt met wat andere merken doen. En niet bijvoorbeeld Nike, die doet het natuurlijk heel goed. En dat is een beetje, dat kan ik zeggen, zeg maar. Ja. Maar bijvoorbeeld Macron, dat vind ik nou echt een merk wat flink omhoog is gekomen. Ja? Ja, dat was echt een shitmerk met slechte kwaliteit. Weet je, het materiaal en zo. Kijk, je met Napoli maakt een hele toffe shirt. Ja. Soldatenprins en zo. Ja. Ja, maar dan nog is het materiaal is dan uiteindelijk als je het in je handen hebt, weet je. Dan denk je van, oh ja, dit is toch niet lekker, dit gaat vet zweten. Ik merk wel dat zij...
omdat ze best wel booming zijn geworden en dat ze heel veel clubs en landen binnen hebben gehaald. Ja. Op een gegeven moment, het lijkt me ook moeilijk als je die slag wil maken, maar het is ook wel gewoon het ideeënpotje leeg. Nou, er ik begin ook echt mispillen tussen. Op het jawel, moment. Maar het begint bij, kijk, als jij als merk besluit om te investeren in de stof zelf, ja. Al is het gewoon een blauw shirt. Als die stof gewoon wat beter is dan de simpele jersey, zeg maar, ja. Dan heb je bij mij al gewonnen. Weet je, dan heb je daar al aandacht aan besteed. En dat is al een flinke hap in je budget voor het shirt zelf. Ja. En daarna kun je erop drukken en dingetjes doen. En maar de basis eigenlijk. Ja, als je daar de keuze maakt, zeg maar, ja. Voor andere. Neem bijvoorbeeld San Marino. Ja, echt. Die hebben gewoon vette shirts. Het is gewoon echt niet normaal. Ja, ik denk Wit-Rusland. Ja? Echt te gek. Echt heel vet. Wat ik vooral indrukwekkend vind, is volgens mij dat de grote jongens, daar is in Nederland, als je daarmee wil samenwerken, dan is het catalogus of niks. Want je kan er niet aan verdienen als Nike zijnde. Of Adidas zijnde, bijna. Ja, werkt dat zo? Ja, het Ajax misschien? Nou ja, Ajax is dus Ajax is op het randje van in de wereldmarkt. Maar Ajax verdient zeker. Ja? Ja, maar dat is ook gewoon. Gaat niet zozeer om wat je hier verkoopt. Of wat je nee, hier wereldwijd. Ja. En kijk, is dat Ajax ook nog steeds weet je dat gewoon dat mensen gewoon in zo'n brochure zitten te kijken? En Nee. Dus, maar dan moet je Adidas dus krijgen. Ajax krijgen we altijd unieke designs, hoor. Ja. Feyenoord valt wel echt altijd onder die basis. Ja? En PSV is daarom toch ook volgens mij op een gegeven moment naar Puma gegaan, toch? Ja, omdat je dan misschien wat meer liefde krijgt. Maar dat vind ik dus zo indrukwekkend. Als je dat een beetje weet wat de achterliggende ideeën zijn. Maar ik vind dat PSV zich daar heeft miskeken. Want ze hebben het 3-4 jaar uitgehouden met Umbro. Ja. Nu zijn ze naar Puma. Ja. Is het allebei B-merk? Ja, toch, toch beter bij Nike kunnen blijven, denk ik dan. Omdat basiskwaliteit. Toch, en ook uitstraling als je jongens die een trainingspak willen kopen, weet je? Ja, dat sowieso. Waar je mee gewoon, want daar verdien je aan, trainingspakken. Ja. En ik vind Utrecht echt outstanding dit jaar. Die hebben net zo'n deal. Ja. En die hebben het gewoon goed gedaan. Perfect, mooie sponsor. Ja. T-Mobile, roze, echt van deze tijd. Ik heb wel een shirtje in aanvraag staan van Utrecht. Nee, Arzani natuurlijk. Arzani, zeker. Ja, maar dat zit hij toch? Vind ik super indrukwekkend van een Macron. Die geeft fucking kleine clubs echt een speciale behandeling. Ik zie ineens, Samsung Sport bestaat 100 jaar of 105 jaar. Tweede divisie Turkije. En ik zie een campagne eromheen met Atatürk, want die is daar begonnen aan zijn strijd en dat soort dingen. Niet normaal. Dus dat is echt gewoon. Ja, slim. Ja, slim of. Ja, slim toch? Want wij hebben het er nu over. Hoe zouden we anders ooit micro, over die... Maar dat moet je dan wel goed managen, denk ik. Hoor. Maar het is wel micro, maar aan de andere kant, door internet op dit moment, wordt het heel snel opgeblazen. Ja, dat je brandnaam. Toch? Ja, nou, misschien wel. Misschien wel. Ik wilde weten, we hebben het hier een keer over gehad. Nigeria, dat jij dat shirt niet kon krijgen. Heb je die ooit gekregen voor het, wat was het? Nee, ik wilde hem toen niet meer. Dat was wel echt een hype, hoor. Dat was zeker een hype. Ja, maar luister, ik ben ook helemaal uit mijn stekken gegaan toen die uitkwam. Die van nu? Vorige. Nee. 2018. Ja. Ik vind deze nu harder eigenlijk, eerlijk gezegd. Heb je Cyril al gehad? Ja. Nee, die wilde nooit meer met me praten nadat ik zijn bondscoach in de zeik heb genomen. Die van nu is makkelijker te krijgen, trouwens. Ja, dat geloof ik wel. Die vorige was echt heel moeilijk, hè, op een gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Denken jullie trouwens dat nu met de crisis die eraan komt, dat clubs veel meer sponsors op hun shirt toe gaan laten staan? Dat we in Nederland op een gegeven moment shirts krijgen met, weet je, wat je praktijken die in Mexico... Oostenrijk, Mexico. België, laten we niet vergeten hoor, eerlijk gezegd. België, die hebben gewoon acht, hoor. Ja. De traditionele voetbalfan walgt ervan, maar ik kan echt genieten van zo'n shirt van helemaal Amerika bedrukt. Of zo. Ja. Die gewoon helemaal volgedrukt wordt met sponsors, zeg maar. Nee, ja. Of is dat vloek in de kerk? Ik weet het niet. Ja, vloek in de kerk, zeker. Maar ja, normaal gesproken wel. Als je hebt gelijk, als het echt overdone is. Ja. Ik had een keer een shirt gekocht van Kalmar, echt... Kalmar, 1000 jaar geleden. Zweedse club. Ja, in Kalmar, weet je wel. Dan kom ik daar en dan wil ik een shirt. Gebroeders Elm, hè? Ja. Maar dat zat helemaal vol. Dat was gewoon een rood shirt, maar stickers. Gewoon bam, bam, bam. En eigenlijk is dat wel dope. Maar aan de andere kant, weet je, als je bijvoorbeeld... was ik bij Montpellier, had ik daar een shirt. En dan vind ik het, weet je, dan heb je er 3. En dan vind ik gewoon, ja, klopt niet. Nee. Weet je? Nee. Het is gewoon zonde je van... moet of vol of één eigenlijk. Ja, gewoon eentje, balans. Maar goed. Michael Veit zegt, Club Amerika shirts zijn 80% reclame, zelfs de sokken helemaal. Maar goed, we gaan richting een crisis toch met alle voetbalclubs. Ja. Ik denk dat het op een gegeven moment noodzakelijk wordt. Club Amerika is wel vet, hoor. Er staat gewoon Bimbo op je voorkant. Ja, wij hebben hem hier. Ik weet niet, hij hing. Deze toch? Nee, dit is Benfica. Het is wel, ik vind het wel prettig als een club dan gewoon in één stap zegt van,
We moeten nu gewoon gaan. Ja. Want bij Gala zie je het gewoon net als het voetbal heel langzaam aftakelen. Dan zeggen ze, oké, we hebben eentje voor de sok gevonden. Okay, we doen eentje op de broek voorop. Weet je, dus het wordt langzaam aan, wordt het helemaal vernacheld, dat shit. Dan heb ik liever van, knal het volgend jaar maar helemaal vol. Ja. Dit is Monterrey, toch? Ja, het is Monterrey. Bimbo. Ook Bimbo. Dit, ja. Deze heb ik toen... Valt nog op zich mee. Als deze ik zie heb ik in 2006 met Spring Break in Cancun gekocht. Ik denk voor... ongerekend €5 of zo. Keurig. Is het een nepper, toch niet? Ja, het is een nepper. Op de markt daar, ja, weet ik niet. Maar goed, ja, hij zei dat hij het echt was. En hij was zo eerlijk, die Mexicaan, dat ik zei... No, it's real, my friend. Ik zei, oké. Ja. Maar dat daar gaan we denk ik toch op... Ja, je moet... Ik weet niet hoe lang de stadions nog dicht gaan blijven. Maar die gaten moet je toch op een gegeven moment gaan dichten met... Ja, maar ja, als het zo blijft... Waarvoor zou dat merkte dan op zich in... Ja, ja, dit is natuurlijk... Je bent wel gewoon op tv zichtbaar natuurlijk. Mag ik even over shirts? Jij zegt, er komt meer sponsoring op. Er was natuurlijk ophef dit jaar. Twitter, ophef. Het shirt van PSV. Het wedstrijdshirt. €130 wat ervoor betaald moest worden. En dat zeiden mensen, hoe kan het nou dat je 130... Het echte. Het echte. Want ja, er is dus een onderscheid tussen... Van Pire, 140. Van Puma. Ja. Dus je hebt een replica en ja, je hebt de echte, zeg maar, de wedstrijd die de spelers dragen. Van Oranje is denk ik al seizoen 4, die is, 140. Nike doet het sinds 2014. Ja? 14. Toen waren ze nog, was er een prijsverschil van denk €20. Nu is het prijsverschil €50. Maar je krijgt ook het echte shirt, zeg maar. Het authentieke wedstrijdshirt is ook van een echt andere kwaliteit dan het replica shirt. Ja? Dus het is duidelijk verschil. Maar dus eigenlijk dat shirt is dan zeg maar het echte. Maar is het dan niet schandalig dat je voor een replica zoveel betaalt? Dus dat je voor het echte een hoofdprijs betaalt, oké. Maar voor een... Ja. Nou ja, het ligt eraan wat je ervoor terugkrijgt, zeg ik altijd. Maar vind ik je het sowieso... Is, maar vind jij het, dan... En of de gek het ervoor geeft. Maar vind jij het, zeg maar, hey, als kenner, vind jij dat normaal dat je zoveel geld moet uitgeven voor een voetbalshirt? Als je kijkt naar het product, hè? De kwaliteit van shirts. Als je kijkt naar de marge. Is die enorm? Dan is het groot. Maar ik denk gewoon echt, als jij het wat je ook verkoopt en je zet het in de markt voor die prijs en mensen geven het ervoor. Shirts raken uitverkocht. Nog steeds? Mensen kopen het gewoon. Jij bent die kleine... Dat Nigeria-ding, ook die nieuwe, die is dus met die nieuwe techniek en die is ook €140. Nou, die is gewoon uitverkocht. Je kan een XS'je krijgen als je wil. Maar jij hebt hoeveel shirtjes nu voor de kleine? Ja, maar dat is natuurlijk... Dat is wel rampzalig wat een shirt voor een kind kost. Dat is niet normaal. In verhouding, zeg maar. Maar dat zal misschien... Ja, dat weet ik niet aan de maakkant dat het misschien ingewikkeld is. Maar 65 ten opzichte van 90 vind ik wel heel veel geld. Wij gingen toen met Broers, met Joris en Yannick... gingen we op kraambezoek bij Jordi en bij Fik. Wij hebben serieus gedacht... Ja, what the fuck? Eén, jij koopt al heel veel shirts. Iedereen kocht toen ook shirtjes voor die kleine. Ja. Dat we echt dachten, ja, wat hebben we toen gehaald, broers? Wolfsburg. Wolfsburg? Ja, van alle clubs. Ja, hebben we Wolfsburg gehad? Ja. Gigantisch Volkswagen-logo natuurlijk. Nee, ja, het heeft meer met Wout Weghorst te maken, de persoonlijke vriend van Jordi Amali. Ah, oké. Okay. Nog steeds. Wat is de mooiste? Het is voor als hij 12 is. Wat is de mooiste die je hebt voor Fik? Gala thuis. Ja? Maar Gala, dat is ook wel echt, die kleurencombinatie is wel echt uniek en mooi, hoor. Wat vind je die van nu? Met die strepen? Nee, is niks. Niet voor mij. Ik die uit nog niet, want ik kan niet naar Turkije reizen. En die uit, die zwarte... Ja, Turkije reizen, je kan toch van, online, of niet? Werkt dat niet met Turkije? Dat duurt mij te lang allemaal. En dat is ook koerstechnisch niet handig. Die zwarte dacht ik van misschien nog wel. En zeker als je een beetje kleine speler hebt die hem goed strak, dan oké. Maar voor de reguliere tribune, het is geen succesvol jaar. Ook niet in de winkel. We hebben het nog helemaal niet over Ajax gehad. Dat wil het zo even hebben over het voetbal. En nog even over shirts hebben. Patta heeft nu een replica uitgebracht van het 95 shirt. De winst tegen Milan. Die zijn dan weer heel goedkoop. Nee, Hoe duur zijn die? Ja, ik heb die van, Napoli. Nee, nooit man. €90 zijn ze. Welke? Die Ajax? Die van vandaag. Oké, die van vandaag. Nee, ik heb die van Napoli genomen. Die was 200. Oh ja, die rode. Maradona shirt. Nee, thuis. Maar rood was zelf. Gaat het zo goed met Duinker? Zeker. Deze is wel... Ja, ik vind het heel vet. Ook met David. Super vet gedaan, toch? Zeker. Ja. Jij zei, inmiddels kun je ze gewoon kopen. Want de eerste dagen kun je ze alleen was het kopen via de app. En toen waren ze heel snel weg. En vanmorgen kreeg ik een e-mailtje van je kan ze kopen. En ik had een uurtje of één had ik er eentje gehad.
Dus, ik heb die van de vorige toen, bij die combinaties met Stanley Menzo, die TDK-shirts die ze hadden gemaakt. Ja, die waren dope. Ja, die waren echt tof. Die met die oude prints en zo. Ja, dat was tof, man. Dat waren toffe dingen. Maar deze ga je niet halen? Als je deze in een kleine maat, maar in het vooruitzicht van Fik, deze heb ik. En wat dat betreft, ik kan ze niet allemaal maken. Ze komen ook nu best wel redelijk rap achter elkaar. Ja. Zo goed gaat het nou ook weer niet. Mocht je nog klussen hebben voor Duinker, dan kan het. Deze foto is overigens gemaakt door zijn zoon, Giazzo. Een mooie foto. Oh, gruwelijk. Even zeggen. Mooi man. Want, waarom vind je het een mooie foto? Nou ja, hij is student fotografie en... Hij doet het goed. Dus ik vind het ook echt passen. Maar voor de mensen die het niet weten, je bent een hele goede vriend van Edgar. Ja, en zijn zoon die ken ik goed. En hij stuurde het fotootje op. Ik dacht, hey. Okay. Dus ik dacht, hey, het shirt komt uit. Ja, wat vet. Ik kan niet wachten op het 1970 shirt van Feyenoord. ik denk dat hij heel lang kan wachten tot papa die uit gaat brengen. Hoe werkt het eigenlijk rechten technisch met Umbro? Zij bellen gewoon Umbro. Yo, we willen... Dit is eigenlijk wat Pharrell doet met Adidas. Vet, doet Umbro met Patta. Umbro doet heel veel met streetwear brands. Doen ze nu heel veel samenwerkingen. Wij hebben ook een project gedaan met ze. Dus, ik begin een beetje bij de voetballiefhebbers. Zie ik af en toe... irritatie ontstaan vanuit het feit dat het voetbalshirt steeds meer street fashion aan het worden is. En ook de presentatie van de shirts en dat soort dingen. Het is natuurlijk tweeledig, want het zal ook een... Het is maar waarom vervelend? Nou ja, dat wil toch meer een beetje het traditionele voetbalshirt. En er zijn wel zat mensen ook zijn die onzin, niet... Sorry, hoor. Maar elk sportshirt is streetwear, toch? In Amerika dragen mensen ook NBA jerseys. Nee, maar NBA jerseys. American voetbal. Maar ook Amerikaanse rappers dragen heel veel voetbalshirts, hè? Dat is ook wel grappig. Ja. Is echt een soort, nee, maar NBA was natuurlijk al jaren, weet je, dat heel veel gewoon NBA als... Ja, gewoon het is Nederland, het is geen Amerika hier. Nee, maar ik bedoel... Ik geef alleen aan wat ik lees. Het is niet gek dat die trends, zeg maar, overwijen op een gegeven moment. Nee, zeker niet. Dat conservatieve van het voetbal, ik bedoel, hou op. Ik zag laatst... Nee, maar ik zag JJ Boske met Elgiro Elia. Oh, leuk. Ja, je kreeg de groeten. Programma. Nee, maar die liepen gewoon in een NFL-shirt. Nou, dat is wel echt voor het eerst dat ik iemand in een video in een NFL-jersey heb zien lopen. Wanneer heb je iemand in een NFL-jersey zien lopen? Ja, geen idee. Harry Kane zag ik in een NFL-jersey. Ja, maar die is fan. Ja, die is super fan. Ik vond het die heel gek. Ja, maar die is echt super groot fan. Die is gewoon tijdens een blessure naar de Super Bowl gevlogen toen. Ja. Okay. Is echt, en LeBron James in een Liverpool-shirt? Ja, maar die is eigenaar. Die is eigenaar. Ah. Hij heeft 2% aandelen van Liverpool. Ik vond het wel een mooie... Want het was tijdens die finales, voor de wedstrijd. Ja, zeker. Mooi. Maar je hebt foto's van Jay-Z in een Real Madrid-shirt. Drake is hopper, hè? Drake, als iemand verliest... Als iemand verliest, gooit hij zijn shirt weg. Ja. Snoop Dogg heeft in elk voetbalshirt gestaan. Dus er zijn veel Amerikaanse rappers die dragen. Maar welke, buiten de traditionele Nike, Adidas en Puma... Welke andere merken zien jullie echt potentieel de voetbal... cultuur inkomen of voetbaltenues maken die echt ik heb dus gisteren waarvan ik dacht van nou ik lijkt me toch niet dat dat ook gaat werken, maar Balenciaga heeft natuurlijk voetbalshirt uit. Ik zag gisteren iemand erin lopen. Ja, ik vond het ook niet mooi, maar het kost 600-800 geloof ik. Maar ik heb gisteren iemand buiten erin zien lopen. Oh, ik dacht dat jij nu gaat zeggen en ik heb er gelijk maar even twee besteld. Nee, maar het is geen het is niet van de club. Ik zou ze laatst ook voetbalschoenen maken, dat is echt walgelijk, man. Nee, maar ik denk dat er nog iets is, zeg maar, of het moet helemaal nieuw zijn. Nou, dat nog ze nieuwe shirts of mooie shirts maken of gewoon merken die zeg maar, kijk, nu heb je Nike. Robij vind ik goed. Dat ze met Robij of Roby? Ja, weet ik niet. Maar ik zeg altijd Robij, want het is Rotterdam en dan. Ja, ik vind dat echt een vet merk. Ik weet het nog steeds niet. Ik deed bij Catacombe dat perspraatje. Oh, ja. En toen zat iemand van dat merk zat in de zaal en ik zei elke keer zei ik Robij en dan zei in de zaal Roby. Ik was al bloedzenuwachtig. Mag ik even voorstellen? Voor de mensen die het gemist hebben, Fef was dus persvoorlichter. Dus zijn er nog vragen in de zaal? Ja, kom maar. Eerste vraag, Bert Maldering. Ja, leuk. Bijzondere ervaring. Ja, Robin is leuk, maar ik denk Air Jordan is vrij speciaal met Paris Saint-Germain. Maar ik denk als hij een aantal topclubs gaat, het blijft een basketbalmerk en het blijft vloeken. Ik moest er ook aan wennen. Ik vond het heel vet hoor. Ik heb de eerste gedaan voor Brazilië met Jordan. En ik ben heel groot Jordan fan. Ja, was dat zwarte shirt en het was een beetje reclame met Neymar. Hebben ze één oefenwedstrijdje in gespeeld, geloof ik. Zwart met rood. En dat was eigenlijk vloeken in de kerk ten opzichte van Brazilië zelf. Ja. Maar het had heel erg de kleuren van Jordan gewoon natuurlijk. Ja. Dat palet. En ik vond het persoonlijk een hele fijne opdracht, omdat ik echt mega Jordan fan ben. Ja.
Dus dat was echt vet. Maar daarna, ja, Paris Saint-Germain is ook een merk wat zich er heel erg... Ja, die... ja, Parijs is van oorsprong een basketbalstad. Ja, maar ook toch? Die president, die is heel erg open. Die stelt zijn club echt ter beschikking als experiment voor het merk Nike. En die man uit de zandbak? Ja, en die... ze mogen heel veel doen. Dus ook qua mode en buiten de wedstrijd. Weet je, het introduceren van die jongens die naar een vliegtuig lopen. En dat zijn gewoon persmomentjes. En je ziet de nieuwste dingen van capsule dingetjes en zo. Toen die aankondiging kwam, dacht ik van ja, dit kan niet. Maar ik heb, om eerlijk te bekennen, ik heb een Air Jordan Paris Saint-Germain shirt en trainingspak. Ja. En als je gewoon toffe Jordans hebt, dan matcht het ook. Dus ja. Dan is het, Bruce heeft zo'n trainingspak. Ik vind hem echt... Ik vind die laatste wat minder wel. Die met dat Bordeaux rood. Dat vind ik toch... naar mijn persoonlijke smaak gewoon. Maar het is zo'n classic, wereldwijd groot merk. Ik denk een grote club uit Engeland en Spanje zouden daar best wel aan. Wat ik heel gek vond, dat op een gegeven moment had ik wel echt het gevoel dat Under Armour ook, zeg maar... Armour zeker, ja. Zeg maar ook het voetbal inging, hè. Want in Amerika waren ze echt een challenger van Nike. Ging knijten hard. Ja, AZ. Maar ik heb altijd gehoord dat leveringen en zo... AZ is ook mee gestopt. Ja. Memphis was uithangbord. Ik weet niet of Memphis er nog steeds. Ja? Ja, maar dat is die echt een van de weinigen. Volgens mij hebben zij in plaats van schieten met hagel, hebben ze ik vond dat in Amerika altijd wat een ze heel op merk. Memphis gegooid. Je merkt in Nederland, als je kijkt naar de straten, zeg maar, wat er gedragen wordt. Mensen dragen heel veel Under Armour tegenwoordig. Hè? Ja. Petjes, trainingspakken, schoenen en zo. Dat is echt. Ze hebben nu ook een winkel in Amsterdam. Maar dat is ook een merk waarvan ik denk van als hij echt. Tandje bijschakelen. Dat ze best wel in voetbal iets. Ze hebben doen, voor zeg maar. Mij heel veel financiële problemen gehad in Amerika. Okay. Ze waren echt op een gegeven moment Nike aan het challengen. Ze waren Adidas voorbij, zeg maar, in de markt. Qua sportkleding. Ja, maar dat met running en merkenvoetbal, zeg maar. Ja. Maar, want wij hebben hier. Ik vind dat Reebok terugkomt. Die worden nu verkocht aan een Chinese investeerder of zo. Adidas gaat ze verkopen, zag ik laatst. Ja? Reebok. Oh ja, dat is van Adidas, ja. Ik vond Reebok. Maar ja, er zijn op een gegeven moment, volgens mij is dat alleen nog Henri had Reebok altijd aan, toch? Alleen fitness nog tegenwoordig. Ja. Ze zit op, hoe heet dat? Ik weet het niet meer. Zo'n heel groot facet binnen fitness. UFC doen ze. Ook UFC doen ze. Nee, ik kom niet op die naam. Bodypump. Ja, nee, BBB. Nee, ik weet niet. Maar ze hebben zo'n tak helemaal omarmd. Vet veel mensen doen. Maar het zou kunnen, ze worden verkocht. Ze gaan maar we hebben hier wel eens een keer dat shirt dat heeft voor mij Buddy Pirofano gemaakt met pack. Ja. Wel gedragen of niet gedragen? Met sticks? Met sticks? Is dat in een wedstrijd gedragen? Nee. Zou dat kunnen, zeg maar, in de toekomst dat een club kiest ervoor om, zeg maar, kunst te verwerken, zeg maar, in een wedstrijd tenue? Ja, waarom niet? Ligt aan de bond, ligt aan UEFA en deze, zo. Zeg maar. Deze hebben wij hier ook. Ja, dat kan. Tuurlijk. Nee, ik denk dat er wel... Het gaat om... De bond gaat het meer om contrast en tegenpartij. Je mag... We hadden een keer die formatieshirts, weet je wel. Zaterdag 7, toen zaterdag 4, Seburgia. Toen hadden we op een gegeven moment... elke speler had een ander shirt aan. En het shirt liet zien waar je stond in het veld. Dus linksbuiten had hier een vlak en rechtsback had hier een vlak. En voor de rest allemaal zwart. En wij dachten ook van ja, hoe lang gaan we dit volhouden? Totdat iemand zegt, ja, dat kan echt niet. Weet je? En toen kregen we dus, toen kwamen we in de Parool had er aandacht aan besteed. En toen kregen we van de bond, van de scheidsrechters, een brief van zolang jij... iets anders aan hebt dan de scheidsrechter, de twee keepers en de tegenstander, mag je alles dragen wat je wil. Ja. Maar dat is de regel in Nederland. Maar dan zouden clubs toch daar zoveel mee precies, kunnen? Precies, maar dat is het conservatieve in het voetbal. Het mag, maar als je het nu als clubs... Allemaal... Hè, jij zegt nee, maar waarom omdat niet? Het probleem overkill is. Op het moment dat... Kijk, weet je wat het is? Het gaat altijd over wie maakt dit soort beslissingen. Tuurlijk, als je een keer een oprecht vet creatief idee hebt... Ga ervoor, maar het ding Robbie is voor mij, is er, in de rook van Rotterdam zit dat of niet? Maar stel... Rotterdam-Zuid, om de hoek bij Feyenoord. Stel dit shirt van dit shirt. Dort en Robbie... Sparta hebben ze hele toffe campagne. Ja, maar Sparta. Ja, maar... Oké, maar ik bedoel meer zeg maar, zo'n Dort, een shirt met kunst erop en zo, dat het echt een collectors item is. Want nu verkopen ze bij wijze van dan krijg je per kwartaal een collectors item en dat zijn mensen snel beu. Nee, maar... Een wedstrijd gewoon voor de leuk. Ja. Hoeveel wedstrijden? Eén per seizoen. Ik denk als je een heel tof design kan maken en je kondigt het aan, je doet een campagne eromheen voor één wedstrijd, laten we gewoon voor één wedstrijd dit shirtje dragen. Ja, dan kopen mensen het en dan laat je daarna weer, weet je, dan is het collectors item, is het achter de rug. Het kan toch geen kwaad? Ja, maar dat mag ook gewoon, toch? Ja. Kappa wordt nog gedropt, vroeger natuurlijk, hè? Ja. Betis, toch?
Betis, ja, zeker. Nou, nu Feyenoord? Nog, ja. Feyenoord, zij zijn lang. Met die... Met Bart die... Goor? Bart Goor? Hele ah, dit, dan komen andere spelers in mijn hoofd als ik denk aan Kappa en Feyenoord. Die door mij opgaat in die tijd van Feyenoord. Die kwam met die strakke shirtjes voor het eerst, toch? Ja. Zeker, ja. En daarna Feyenoord ook. Ja. Ze hebben het een beetje vet met die banden waar die poppetjes op staan. Ja, maar die dat was wel van Barcelona was dat wel vet. Ja, maar dat was Barca, vet, ja. Maar nu, was vet. Zeg maar als Betis, die hebt dan zo'n arm met heel groot en opzichtig die poppetjes. Dat is niet voor mij. Kan jij nog even gewoon even de mensen erop wijzen dat als een speler gekocht wordt, een Ronaldo of zo bijvoorbeeld, dan zeggen heel veel mensen, ja, met het shirt verkopen halen ze het er alweer uit. Maar zo werkt dat toch helemaal niet? Nee, dat is zeker niet. Gek genoeg is voetbalshirt, die wereld of die marketingwereld, is helemaal niet zo'n verdienmodel. Nee, want er zijn... kiksen en ja. Voetbal sowieso niet zo, hoor. Nee. Het is, maar kijk, de recette van voor een club en met name het merk, met name Adidas bijvoorbeeld, ja. Die haalt inderdaad heel veel binnen, maar vooral in Azië. En met de stel, Ajax haalt nu Messi binnen. En dan zeggen ze ja. En dan zie je waarschijnlijk 9 van de 10 kranten zeggen ja. En daarmee, hè, dat verdienen ze al terug op de eerste dag dat Ajax een shirtje presenteert met Messi erop. Of met Messi achterop. Dat denk ik niet. Want daar zijn toch gewoon allemaal afspraken over, zeg maar. Dat je een percentage daarvan krijgt. Adidas verdient er ja. Aan. Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Want, ja. Want Ajax krijgt gewoon geld van Adidas. Ja. En alles wat daarbuiten. Wat ja. Er zullen natuurlijk wel wordt, gaat naar hun. Ja. Afspraken. Trouwens, wel goede slaapkopje 1, die ben je vergeten. Een groot Vitesse-supporter. Vitesse-supporter. Vond hij. Vitesse doet met goeie die Airborne-wedstrijd elk jaar. Ja, speciale klopt. Shirts ja. Altijd. Ja. Heel vet. Maar over Ajax gesproken. Ja. Ja, we moeten het toch even over hebben. Jij hebt al, hè, dat je lekker over Ajax kon gaan zeiken. Oh, echt. Schandalig natuurlijk. Tegen zo'n matige tegenstander die de as kwijt is. Liverpool Day. Jezus, maar ja, ik heb niet met plezier gekeken. Huh? Ik vond die trippelwissel van Klopp. Ja, dat vond ik zo disrespectvol. Dat ik zo zat van... Jongens, nou, het was gewoon een teken. Dan zit je op de bank en dan zie je die wissel en dan zie je club. En club. Dan zie je hem zo kijken. En toen keek hij eigenlijk naar mij. Hij zei ook aan me, zo van, hey, luister, het is klaar, hè? Ja. Het gaat niet meer gebeuren, vriend. Precies. Weet je wat? Want het waren niet verdedigers die erin kwamen. Nee, hij wisselde gewoon 3-3 met meer ruimte. Ja. Hey, gaan jullie even spelen? Nou, dat zat dan van zo. Ja. Hey, maar ik vind het wel heel gematigd. Hoe, ja, kijk, ik heb veel Ajax-zieden gesproken de laatste dagen. Maar het is heel gematigd. Wat is er gematigd? Die 1-0 nederlaag. Kom op, man. 300% kansen. Die moet je eentje maken gewoon. Maar jij bent ook wel gematigd, toch? Maar waarin gematigd? Gewoon het resultaat. Nou ja, het is toch... Het in is de wetenschap gewoon, dat het de beste toch gewoon, team van de pool is. Het is jammer. Het is toch gewoon jammer dat het je is niet jammer. Hebt gewonnen. Ja? Maar je had toch gewoon nu minimaal een punt moeten pakken? Ja. Nou ja, de wedstrijd was... Een, ja, maar oké, dat is het verwachtingspatroon. Nee, nog geen eens een verwachtingspatroon. Maar wie de wedstrijd heeft gezien, dat is toch... Het verwachtingspatroon. Ja, oké, je hebt de wedstrijd gezien. En dan is het toch ontzettend balen. Maar als van tevoren de verwachting is dat je er afgaat tegen Liverpool... Kijk, is redelijk te vergelijken met het resultaat van Feyenoord. Weet je, we hebben tegen de potentiële nummer 2... hebben we een gelijkspelletje eruit gehaald. Dat is pooltechnisch, is dat... Oké. Van tevoren zeg je oké. Precies, maar in de wedstrijd, je kunt niet eens dat je kunnen winnen. En ik denk, als je vooraf had gezegd van Liverpool wint met 1-0 van Ajax, is geen ramp. Want weet je, het is. Nee, maar dat ben ik 100% met je eens. Maar eenmaal als je die wedstrijd ziet, ja, dan kan je zeggen van hé. Ja, tuurlijk. Ik had wel echt. Je gaat gewoon die wedstrijd in, toch? Als supporter ook. En dan denk je toch van, oh ja, dit gaan we gewoon winnen. Na 10 minuten dacht ik, we maken ze gewoon ik af. Dacht, ik kreeg weer een beetje het gevoel, en je kan het niet meer vergelijken met de selectie van 2 jaar geleden, met Frenkie en Matthijs de Ligt en met Hakim en zo. Dat, ik weet nog dat Juve, Real, Bayern, gewoon echt dachten, waar de fuck sta ik nu maar tegen? Ik denk, dat ik had dus voor het eerst een beetje het gevoel tegen Liverpool. Zo gezegd genoemde gematigdheid vandaan. Ik moet zeggen dat ik de wedstrijd als prettig heb ervaren. Dat je dus gewoon weer... blijkbaar wel mee kan komen tegen een Liverpool wat geen gas terugnam. Maar het verschil met 2 jaar geleden is dat je dus toen wel omzet in het verschil is ook dat het stadion leeg is. Het verschil is de wereld. Ja, maar denk natuurlijk. Je dat heel... Ja, niet zozeer, maar dat is toch gewoon een factor in dit duel. En ik denk, de seizoenstart voor Ajax is helemaal niet goed geweest. Dan is er afgelopen weekend in de competitie oké. En dit is de soort van de bevestiging. Oké, die jongens hebben er dus nog wel het vertrouwen in en kunnen dit nog wel. Want je kan gewoon meekomen met de Liverpool wat volle bak erin gaat aan het begin van de wedstrijd. Zeker. Ja, dus ja, jij vond geen Liverpool B als ik dit zo hoor?
Nou, de uitleg bleek dus later dat het om het laatste kwartier ging. Nee, helemaal niet. Nee? Oh, nee. Je hebt het niet gelezen. Nee. Nee, je hebt het gelezen. Dat middelmatig is toch, middenveld, geen centrum, een slechte keeper. Dat was de uitleg. Nou ja, laat daar geen... Hij heeft toch gewoon een nul gehouden, keeper? Ja, absoluut, man. Zo. Boven 100. Nee, je bent geen telegraaflezer. Het is toch gewoon funest ook voor zo'n keeper. Dat eerste moment met Gomez. Dat hij hem voor zijn voeten wegschiet. En dat die Gomez hem echt aankijkt van... Ja, what the fuck, vooral die blik. We zijn vijf minuten bezig door rust. Je hoeft niks te zeggen, alleen die blik. Ja, maar ook die laatste kans van Ekkelenkamp. Want hij komt dus, nou, hij zit tussen allemaal mensen en raakt naar iets. En hij loopt daarna naar die scheidsrechter. En die scheidsrechter kijkt hem gewoon aan. Ja. Ja, goede scheids hoor. Ja, brief. Absoluut. Ja. En het is nu, het is tot nu toe niet echt in nadeel van Ajax uitgepakt, maar toevallig drie Europese duels. Ik moet zeggen, er wordt heel veel geklaagd en dat soort dingen. Deze man echt wederom een perfecte wedstrijd gefloten. Ja, die bal van Ekkelenkamp, hè? Gewoon met je binnenkant. Dani de Wit, hoogtepunt van Dani de Wit bij Ajax, het juichen bij het VAR-moment. Gaat het hoogtepunt uit de carrière van Jurgen Ekkelenkamp zijn die judo-worp op Ronaldo 2 jaar geleden? Ja. Nee, die jongen die komt er zeker wel. Die komt er zeker wel? Ja, okay. Denk het wel. Dus de eerste Ajax... Basisspeler van Ajax 1? Dat weet ik niet. Nee, maar dat is dus... Dani de Wit doet goed bij AZ. Krijgt wel... Ik denk dat hij nog een keer deze kans krijgt. En dan? Als hij deze kans weer krijgt, zou hij hem dan weer binnenkant voeten of zou hij gewoon all the way gaan? Niet die specifieke kans, maar wel een invalbeurt tijdens de Champions League. Dat denk ik wel. Wat denk jij, Fef? Wordt hij zo'n Dani de Wit, maar... Ja, hij gaat nu wel de kans krijgen, toch? Nu Kudus... Precies. Hij gaat niet de kans krijgen. Nee, dat denk ik ook. Maar niet als basis, maar hij gaat wel hij gaat meer minuten maken. Ja. Want daarover gesproken, Lars Klop... Ik denk geen familie van Jurgen, maar die gooit in de chat... vinden allemaal Kudus blessure erger dan het resultaat. Nou, hij kwam wel raar neer. Ik moest gelijk aan zijn schoeisel denken. Weet je, zo'n plastic dingetje en dan kom je toch gek neer. Ja. Want dat was het. Ja? Ik weet niet of dat de oorzaak was, maar het enige wat het was niet een duwtje of een dingetje. Hij kwam gewoon gek neer. Laat ik zeggen, hij heeft een indrukwekkende start gemaakt. Zo. Maar gisteren ging het een beetje over dat PSV na anderhalve wedstrijd al een beetje paniekerig werd van hoe moeten we verder zonder Gutsen. Dat gevoel had ik ook wel. Maar het was gewoon balen, omdat je bang was dat het een hele serieuze blessure was. Dat is het dus nu ook. Dus ja, balen in die zin, misschien nog niet eens zozeer voor de rolinvulling, maar meer voor de jongen zelf die een veelbelovende start had gemaakt. Ja. En het was, ik denk na een minuut of 3-4, dat hij in zijn eentje druk ging zetten. Dat was een sprint dat hij net te laat komt bij de clash. Ja, het zit wel echt wat bijzonders in deze gozer. We hadden wat jongens met spelers uit de Eredivisie gevraagd. Wie worden de one to watch? En dat zijn jongens die in het verleden tegen Kudus hadden gespeeld. Maar Anthony, maar er waren ook jongens uit Ajax. Gravenberg, dat soort jongens. Dio Rosun. Welke jongens hebben tegen Anthony gespeeld? Ja, Dario van der Buijs. Met Anthony op de training. Gravenberg bijvoorbeeld. Oh zo. En in de voorbereiding al gespeeld. Weet je, jongens van andere profclubs. En die zeiden ook... Ja, dit is niet normaal. Gewoon Anthony. Zo dynamisch, man. Ja. Echt jaloers, hoor. Ja, zo snel. Dat was echt... Euro Soen zei dus ook... Ik weet niet, misschien een keer tegen Noord-Zeeland geoefend of zo. Met Hertha. Geen idee. Dario van der Buijs had een keer tegen hem geoefend over Kudus. Ja, die zei... Ja, het is echt niet normaal. Dat niveau wat hij heeft. Ja, hij loopt dwars door je heen. Lachen. Ja. En Anthony ook eigenlijk. Hè? Dus Anthony was er nu niet bij. En Kudus valt dan vroeg uit. Ik vind het wel vet dat jongens die... zo kort bij een club zijn, zo'n indruk gelijk al maken. Ja, maar dat is ook denk ik wel... ik vind dat wel tof om te zien dat de moderne trainer... die stopt natuurlijk alle kopjes vol. En je moet dit doen, je moet zus doen, je moet zo doen. Maar als je kijkt naar de invulling van het spel van Anthony en van Kudus... dat zie je dat of ze nemen het, of ze krijgen vrijheid. Want Kudus was tot op heden, die was een beetje overal en nergens aan het doen en gewoon een beetje zijn hoofd aan het volgen. En Anthony doet in principe ook wat hij wil als hij in de bal komt. Ja. En dat vind ik heel tof. En ik vond ook echt wel prettig om te zien dat ook de start was niet goed, maar uiteindelijk eventjes erin. Neres ging uiteindelijk, liet toch weer wat zien van... Die Neres vond ik een van de beste. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar dat zie je, en dat is een beetje wat ik jammer vond als je ziet het verschil met Promes. Daar zie je echt het typische geval van, weet je, het lukt niet. Kopje naar beneden, het lukt niet. Kopje verder naar beneden. En Neres, en dat heeft hij eigenlijk al vanaf het begin. Zo stoïcijns, die twee. Het interesseert ze geen reet. Ze leveren hem 12 keer in, maar ze gaan nog die 13e keer aan. En bij Promes gaat het juist...
Steeds dat je denkt, hij wordt, wat, die bal die hij aflegt, dat kan nooit. Nee. Dat kan een Promes nooit afgeven, dat moet hij zelf doen. Zeker. Alleen, ja, het zit nu niet lekker in het koppie. Hoe oud is Promes nu? 7, 28. Ja, zo van mij, ja. Maar hetzelfde met Neres. Ik zat dus die Ajax-PSV terug te kijken waar Dani de Wit zo aan het juichen was. En toen haalt op een gegeven moment Ten Hag haalt hem bij hem. En Ten Hag zitten allemaal dingen en je ziet Neres gewoon echt zo... Ja. Ik denk hetzelfde met Anthony. Dat ze echt voor de wedstrijd zeggen gewoon instructies. Maar dat Anthony gewoon het veld ingaat en dan... Ja. Selecteert voor Brazilië? Oh, heel vet. Oh, jong Brazilië. Oh, dit is het, toen wel, het team wat naar de Spelen toewerkt. Ja, dus Anthony en David Neres. Ja, wel vet. Ja, ik denk dat... mocht er niet, toch? Younes mocht het. Toen zat hij bij ons. Deze jongens ook niet sturen. Nou, het verschil is, en dat is hoe snel Ajax vooruit is gegaan. Het ging toen voor Overmars over dat... Kwalificatie. Ja, kwalificatie. Ja, klopt. Als je hetzelfde pakket zit, zou ik deze twee sowieso niet sturen. Wat denk je dat Mark Overmars zegt? Ja, nee. Wat wil je zeggen over... Nee, ik denk dat die jongens woensdag zo fijn konden spelen. Omdat die balans een beetje terug is door Blind en Klaassen. Ja. Dat vond ik de geruststelling eigenlijk. Apart van de uitslag. Ja. Dat was heel fijn om te zien dat omdat Klaassen terug is... heb ik het vertrouwen dat we gewoon die wedstrijden tegen topteams aankunnen. Ja. Trouwens, jij bent ook wel blij met het plan B, hè, wat Ajax heeft. Ja, dat heb ik al. Ja, zolang ik Ajax supporter ben, het is het ergste wat je kan gebeuren, is dat ze in een fysieke wedstrijd niet voorstaan. En dan krijg je een slotkwartier van waar je echt... Maar met al die spitsen... Dan kan je echt beter wat anders gaan doen. Dat is nog nooit goed gekomen. Dit is dus serieus op een niveau waar wij allemaal voetballen. Dus dan... Ja, maar dan nog slecht, omdat... Ja, maar... Oké, alles gewoon naar voren rammen. Als je amateurvoetballer bent, dan werkt dat concept, zeg maar. Omdat je gewoon... Ja, hij komt misschien een keer voor iemand zijn voeten, tegen iemand zijn hoofd. Ajax beheerst dat niet. Ja, en ik ja. Kijk, Frank de Boer, laat ik eerlijk zijn. Die een trainer, die stapte nooit van zijn plan af. Dus die bleef net zo lang, omdat je denkt van... Nou, Bosso, combineer dat, komen we er een keer doorheen. Is ook frustrerend, maar minder frustrerend dan 4 man naar voren een paar keer over de achterlijn schieten en tijdrekken. En het ziet er gewoon niet uit. Nee, het ziet er inderdaad niet uit. En weet je wat eng is? Dat als Ekkelenkamp die bal binnenschiet, zegt dan... Nou, dat zie ik hem niet vooraan. Dat hij dan credits gaat halen, want het is al zo vaak mislukt. Wat vond je van de rol van Tadić? Ja, het was. Ik vond het wel goed dat hij toch als spits ging spelen. En helemaal toen Promes erin kwam. Toen was het voor mij wel meer balans voorin. Ja. Maar hoe kan je hem ooit links buiten zetten? Ik gun Quincy echt alles. Hè. Het is gewoon jammer dat hij niet echt 100% was, helaas. Maar ik zie Tadić zelf ook liever meer naar links. Wat? Ja, ik wel. Want daar is hij zelf comfortabeler. Maar Ajax mist gewoon een echte spits. Gewoon nee, die hebben jullie, maar die krijgt de krans niet. Brobbie. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Als ik kon kiezen welke speler van Ajax nu bij Feyenoord zou zitten, zou ik zeggen Brobbie. Hoe lang duurt het nog? Hoe lang duurt het nog tot Brobbie eindelijk eens een keer een kans krijgt in het eerste? Die schiet. Ik zie die soms in de Jupiler League spelen. Ik snap echt niet dat hij nog geen echt goede kans in het eerste heeft gehad. Als Feyenoord er nu kon kiezen, pik een speler weg. Blind Bef? Zou ik Brobbie zeggen. Nee? Nee, maar ja, hij mag zo in de technische staf van Dick Advocaat. Daar hebben we weinig kijk op. Nee, super, super talentvolle gozer, absoluut. Maar ja, het gekke is dus, zeg maar... Je hebt eigenlijk iemand erbij gehouden voor het idee. Had niet per se meer gehoeven, denk ik, Huntelaar. Nee, dat die is... had het bonusjaar, omdat het goed met Ziyech, nou prima. Maar nu dan dit jaar niet meer. Dan Traoré. Ja, daar snap ik ook niet veel. Traoré moet hem worden... Maar heeft kan wel goed koppen, man. Heeft nog niet eens een echte consequente kans gehad. Nee. Gaat hij ook nu niet krijgen. Is het van wanneer krijgt Brobbie de kans? Terwijl Traoré zit nog in dat traject van kans krijgen. Danilo zit er ook nog eigenlijk voor. Ik zie Brobbie echt als een 9. Gewoon een nummer 9. Voorin, weet je. Ja. Terugzakken, vooruit. Maar is Traoré wel klaar? Dat is ja, maar Danilo zit in dat rijtje eigenlijk nog daarboven. Die is toch nu verhuurd? Ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar ik bedoel, als je kijkt naar het rijtje spitsen. Ja. Dan heb je dus, nou ja, Tadić 1. Dan is dat denk ik Traoré 2, Huntelaar 3. En dan eigenlijk Danilo, hè, als die terugkomt, is dat 4. Want dan heeft hij een jaar Eredivisie gespeeld. En dan komt Robbie. Maar mijn visie over een spits is... Weet je, als je zo lekker bezig bent in de Jupiler League... Je schiet ze zo goed in. Je hebt zoveel zelfvertrouwen. Al die marketingmanagers worden gek, hè? Keukenkampioen divisie. Keukenkampioen divisie. Ik blijf niet in mijn systeem zitten. Iedereen zegt het gewoon in Nederland, hè, Jupiler League. Het is heel lastig om als jonge spits, zeg maar... Weet je, dan mag je een invalbeurtje doen. Ja, en dan daar indruk te maken. Een spits moet je gewoon...
als hij in die mood zit, in die scoringsmood zit, moet je hem in één keer, boom, in de spits plaatsen. Dat opbouwen, ik geloof daar niet zo in bij een spits. Dat je een beetje de kans krijgt, mag proeven, een helftje mee mag doen. Pak je toch een wedstrijd tegen, weet ik veel, Fortuna Sittard. Ja, er zitten allemaal in de chat nu, we're allemaal woedend. Nee, maar dan pak je toch zo'n wedstrijd en dan kan zo'n speler groeien. Toch, dan kan hij toch een keer laten zien. Ja. Gooi hem een helft erin, vanaf de basis. Ik vond het nog wel jammer als conclusie van afgelopen woensdag. Zeker. Ik vond Per Schuurs gezakt. Vond ik jammer om te zien. Was hij in het bos gestuurd door Mané? Dat... Wat dan? Maar wat is er dan? Nou, nee. Nee, maar niet voor... Kijk, Liverpool thuis. Nee, dat gaat niet. Ja. Dat gaat niet. Vond ik jammer. Maar, met deze wetenschap, hoe ga je het dan nu oplossen daar? Nou, het is niet zo dat... Nee, je zegt nee. Die jongen moet je laten staan. Niet, nou ja, misschien. Ja, misschien. Nee, je hebt nu niet veel, denk ik, alternatieven. Ja, Timber, maar die was nu dan met... Kijk, en anders moet je Martinez en Blinter zetten. Ja, maar ik wil niet met twee linksboten spelen. Precies. Nee. En laat die jongen gewoon groeien. Nee, maar precies. Kijk waar het schip strandt. En dan heb je een seizoen. En dan kan je ook daarop een beslissing maken. Het is moeilijk te zeggen. Omdat hij natuurlijk ook links centraal staat. Maar ja, het is natuurlijk... op een gegeven moment zijn mensen Liel gaan kijken. Omdat ze dachten, gaat toch Sven, wel goed daar. Sven Botta. Ja. Ik moet eerlijk zeggen. Kijk, ik heb vorig jaar natuurlijk niet 90 minuten alles van Heerenveen zitten kijken. Ik hoorde wat insiders er positief over. Ik vind het wel steeds gekker, want ik heb dit seizoen wel alles van Lille gezien. Steeds gekker. Maar die moet je even uitleggen. Hè? Dit is echt waar, want je volgt alles van Ligue 1. Veel. Ja. Veel op dit moment. Ja, nou ja. En dat is wel echt mooi. Dat wisselt gewoon. In de jaren 2000 was het Serie A. Hoe doet hij daar? Beestachtig goed. Ja? Echt niet normaal goed. Afgelopen weekend was hij zo goed. Dat is gewoon... Maar ik vind het heel leuk, hè? Die andere jongen die naar... Kai Sierhuis. Ja. Doet hij iets? Geblesseerd geweest aan het begin van het seizoen? Among Us, Twitch... FIFA? Nee, niet doen. Nee. Maar nee, ja, niet... Nee, maar Sven Botma, ik sprak hem bij Jong Oranje. Het is wel echt grappig, want het is zo hard gegaan, hè. Verhuurd aan Heerenveen. Zou terugkomen, zou een kans krijgen. Opeens werd Liel. En die bellen, hallo, kunnen we overnemen. Boom, 8, 9 miljoen. Gaat daarheen, spreekt geen woord Frans. Hij zei best wel heftig in de kleedkamer en dat soort dingen. Spreekt ook bijna niemand Engels. En hij zei... Want ik zei, ja, natuurlijk zeggen clubs altijd... Hè, ja, potentie en we zien jou als... Gelijk gaan spelen. Ja. Gelijk. Ja, en maar hij zegt, hey, Ligue 1, vergeleken bij Heerenveen centraal achterin. Ja, maar dat is fysiek. Ik sprak hem bij Jong Oranje, want hij zei gewoon... Als er geen garanties gegeven worden dat ik zeg maar die uitzonderingspositie krijg met quarantaine... en dat zingen, ga ik niet mee, want dan ben ik weg. Ja. Dan, hè, ik krijg nu de kans bij Lille. Ja, en hoe lekker is dat dan? Zo'n fonte naast je, weet je, centraal achterin. De gozer is 33, 34, ja. Alles meegemaakt. Die houd je bij de hand. Maar wat ik zeg, dat vond ik wel echt opvallend de laatste weken. De Koopmeiners is natuurlijk ook een gerucht geweest, hè, naar Stade Rennes. Dat hij daar... Vind ik een compliment als Stade Rennes niet in geïnteresseerd is. Ja? Heb gedebuteerd in de Champions League. Ja, nu. Ja. Heb een Camavinga rondlopen. Ja, dus dat is... Camavinga is echt... Dat je vaak van die compilatiefilmpjes ziet van jongens als debuteren en dat soort dingen. En dat ging toen viraal, hè, bij zijn debuut. Ja. Toen was hij 16. Maar als je hem nu ziet spelen... Ik ben dus niet iemand die elke week Ligue 1 kijkt. Maar het is wel echt... Nee, maar ik vind ook... Het internet is van... Als het dit weekend de debutant is die een goede invalbeurt is... Ja. Hype, next Messi, highlight filmpje. Is allemaal bullshit. Maar deze jongen, ja, ik vind het vervelend om te... Echt iets bijzonders. Het is zijn balbehandeling. Zijn rust op dat veld. Het is echt een hele bijzondere jongen. Maar daardoor... En ze hebben heel veel talentvolle jongens. En ze hebben best wel budget. Dus ik denk dat het een compliment is wat ze in Teun Koopmeijer. Moet het heerlijk zijn als je bondscoach van Frankrijk bent. Nee, verschrikkelijk, man. Je hebt vijf selecties. Ja, weet je hoeveel mensen je moet teleurstellen? Liever een luxe positie dan dat je net als ons geen aanvaller hebt. Maar er gaat nu een gerucht in de chat dat jij de Ligue 1 bent gaan kijken vanwege Burak Yılmaz. Nou, Lille is wel op de radar gekomen. Kijk, het is super opvallend en het is gewoon, ja, het doet heel veel pijn. Vorig jaar halen die gasten Seki Çelik. Huh? Is een rechtsback van Istanbulspor. Iedereen in Turkije is op zoek naar... talent uit het eigen land. Ze zien het gewoon niet. Lille haalt hem gewoon weg. Gozer, dat je denkt van, nou, weet je, dat misschien een gekke zakenwaarnemer die heb geregeld dat hij daar erbij kan. Als je hem koopt, moet je hem ook nemen. Gozer, gewoon basis, nationale elftal en nu gewoon vaste waarde en gerespecteerd in Frankrijk. Doelpunten, assist als ze rechtsback zijn. Oké. Maar toen kwam er ineens dat ze toch wel een beetje veel in Turkije hebben. Dat supertalent, wat toen heet het, ik weet niet of je dat kan herinneren. Olde Riekerink nam toen een 16-jarige of een 14-jarige mee naar trainingskamp. Ja. Mustafa Kappen, die hebben zij nu gehaald. Die is inmiddels 28 nu, of niet? Burak Yılmaz hebben ze, omdat Osimhen weg is, ja, hebben ze dat toch
durfden ze niet helemaal aan met Jonathan. Hoe oud is Burak Yılmaz nu? 33. Heeft hij nog steeds die Nederlandse visio? Jazeker. Jouw visio, toch? Ja. André van Alphen. Dit is wel echt een mooi verhaal, toch? Burak Yılmaz heeft een Nederlandse visio. Ja. Die is via Sneijder zijn zij in contact gekomen. En Sneijder. En ik hoor het gerucht dat... Jij bent nu ook geblesseerd dat jij voorrang krijgt boven Burak Yılmaz. Ik ben wat dichter in de buurt. Je staat wat hoger in de hiërarchie. Nee, maar ja, toen hebben ze Yusuf Yassir gekocht van Trabzonspor. Dus ze hebben er nu 4 al, 5 Turken of zo. Ja, het is opvallend. Ze spelen allemaal. Gisteren maakt Yusuf in de Europa League een hat-trick. Ja. Ik vind het vooral heel grappig, maar... Het is leuk voor mensen. Ja, Kai Sierhuis trouwens afgelopen weekend voor het eerst in de basis gestart. Terug in de basis, ja, oké. Okay. Ik denk dat Jong Ajax altijd wel een interessant team blijft om... belangrijke vraag. Pizza zometeen? Ja. Wat voor pizza? Maakt niet uit. Maakt niet uit? Ik weet niet wat dat betekent. Napoli. Maar tonijntje. Napoli. Napoli. Anchovies. Bolognese of zo? Bolognese. Heb je een pizza Bolognese? Ja, dat gevaar, calzone. Oh, wacht, ik denk dat ene wat Jordi neemt. Napolitana. Ja. En jij zegt... Ja, joh. Ja, wat vind je niet lekker? Geitenkaas en zo. Oké. Geen... Ja. Bruce doet de bestelling, dus ik hoop dat Bruce hier iets mee kan. Maar wat zei ik nou? Jong Ajax. Jong Ajax is altijd wel een interessante ploeg. Blijft voor veel ook clubs uit Europa... om gewoon uit te vissen. Ik bedoel... Ik vind het wel vet, want... Maar ik denk ook dat we gewoon niet zo goed... en dat is gewoon ieder land op zichzelf... misschien wel een bepaald facet scouten, zeg maar. Is dat die buitenlanders gewoon een verdediger zien... en die denken van, ja, hij heeft dit, maar dit en dit hetzelfde, wel. Maar kijk, dat we in Nederland juist... Het niveautje hoger, hè. Lille doet nu goed in Ligue 1... maar als iemand ziet de afgelopen jaren... die naar de Eredivisie hebben gekeken, Atalanta... die hebben dus bijvoorbeeld een Hans Hatenboer... dachten wij Groningen, leuk... Weet je, iemand die lekker hollen... Daardoor zag je ook wat jij, waar je het over hebt met Turken die naar Frankrijk haalt. Je ook ineens een wave aan Nederlanders die... Ja, maar Martin de Roon ook, hè? No offense, maar niemand die ooit bij Sparta of Heerenveen dacht... Martin de Roon, ja. Kandidaat voor Oranje. Ja, absoluut niet. Die jongen van Paris Saint-Germain, hoe heet hij? Mitchell Bakker. Ja. Ja, ook. Ja. Ja, en ik weet dat heel veel mensen lachen om hem. Maar Simon heeft het hier best vaak gezegd. Bundesliga-clubs allemaal in de rij voor Mitchell Bakker gestaan. Ja, maar je hebt natuurlijk een andere factor. En dat kan ook zijn en dat de onderliggende data goed is... wat het interessant maakt voor clubs. Ik denk niet Paris Saint-Germain daar niet heel erg aan bezig. Ja, weet ik niet. Leifert was haar technisch directeur, toch? Die had wel even erin gebracht. Voetbalmanager. Kijk wat de potentie is. Wat doet Kluivert nu eigenlijk? Die is Barca, toch? Hij is de beschermer... Hoofdjeugdopleidingen. Beschermer van La Masia. Ja, en ik kwam erachter... Nou, dat is niet waar dat ik er vandaag had. Dit weekend El Clasico, hè? Jazeker. Ik moet zeggen, in de middag. We hadden het in de podcast vandaag over dat we vroeger, in die tijd dat je nog Casillas, Ramos, Pepe had en zo, dat het echt gewoon veldslagen waren. Ja, het einde. Echt, ja, maar dat was ook een beetje... zitten van, dit wordt echt... Ja, rammen. Nee, maar ik denk dat dat een hele cyclus is geweest en die is ten einde gekomen, zeg maar, wat de vechtklassico's waren met Mourinho, die tijd. Hij trok toch aan het oor van, hoe heet hij? Villanova. Villanova. Hij stak hem in zijn oog. Hij stak hem in zijn oog zo over zijn... Oh, wel in zijn oog. Over die huddel heen. Aan zijn oor trok. En daarvoor waren de mooie jaren. Dat af en toe viel die kant op, af en toe met Ronaldinho. Ja, met ja. En die, zeg maar. En toen na die vechtcyclus heb je ook natuurlijk dat seizoen gehad. Dat volgens mij zijn er 8 klassico's geweest in 1 jaar. Was men het een beetje beu. En dat zag je, weet je, iedereen zegt nog ook, wel, kijk nog wel. Het was ook, maar, zeg maar, in die tijd, dat, weet je, toen Ronaldo nog bij Real was het ook echt Messi tegen Ronaldo. Ja. Weet je, die magie sinds Ronaldo weg is wel minder geworden bij een Clasico, denk ik. Er zijn ook wel echt een paar zure edities geweest, de afgelopen jaren. Ja. Echt hele slechte saaie. Ja, wedstrijd. Gewoon echt, ja, morgen is het natuurlijk. Vandaag, voor mij, ik weet niet of je het mee hebt gegeven, Piqué. Rood? Groot interview. Dit weekend. De meest domme rode kaart trouwens ook. Ja. Barca zou het stadion naar Messi moeten vernoemen. Leuk. Ga jij sinds de energie aan voetbalprimeur en zo, die clickbaits? Hoezo? Gewoon lekker het hele interview lezen. Best wel zinnige dingen, zegt hij. Over dat het stadion naar Messi moet vernoemen worden? Nou, dat is één van de dingen. Maar het gaat veel meer over bijvoorbeeld de PR-campagne die Bartomeu heeft gedaan. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen. Had dus een PR-bureau ingehuurd, die dan slechte dingen zou zeggen over de spelers en dat soort dingen, dat hij er beter uit zou komen. Dat is uitgekomen. Nou, die adviseur die Bartomeu heeft gezegd, nou, toen hebben de bestuursleden gezegd, ja, en toen heeft Bartomeu gezegd, nee, hij blijft aan. Nou, daar heeft hij over uitgehaald dat het een schandaal is. Hoe dat, überhaupt, wat is er? Nou ja, ik vind het een lachwekkende vereniging en die spelers zijn nog het nee, ergste. Nee, en dat het er nu gewoon die gaat... spelers zijn echt het ergste en dat je nu, zeg maar, dat Piqué een mooi open interview... Piqué is erger dan Bartomeu.
Ja, in hoezo? Zekere zin wel. Ook met dat gebeuren van Abidal, die dan hele selectie afvalt. Dat is ja. toch daar heel het bestuur. En, heb je nu gezien wat Bartomeu gedaan met die contractverlenging heeft gedaan? Wat heeft hij gedaan? Nou, hij heeft dus spelers, we zijn bezig met de nieuwe contracten. Mm-hmm. En dan leveren ze heel veel geld in het eerste jaar. Ja. Wat nu goed is voor de club. En dan verdienen ze een jaar ernaar. En dan staat hij natuurlijk, kijk eens, met die verleng, die en die verleng. Maar wat hij ervoor zorgt, is dat die financiële problemen die al enorm nu aanwezig zijn. Want hij wordt heeft hij die gemaakt? Wie? Heeft hij die financiële puinhoop van Barcelona gemaakt nou, in die korte periode dat hij niet aan macht is? Als je ziet wie... Nou, korte periode. Hij zit er al een paar jaar. Als je ziet wat voor aankopen ze hebben gedaan, dat er totaal geen restwaarde in die ploeg nu zit. Het technisch beleid is om te huilen. Ja, maar ik bedoel meer. Het is omdat, allemaal bezig met omdat je eigen die ego. Jongens... Die jongens die je wil complimenteren over hun oh zo mooie interview en hun oh zo openhartelijkheid en de uitleg waarom hij allemaal een lul is. Die jongens zorgen dat er geen enkele waarde op het veld staat. Ze zijn allemaal heel goed. Ze hebben door de jaren heen alles zelf willen beslissen. Ze hebben allemaal slapjanes als trainers genomen omdat ze zelf de opstelling wilden maken. En nu, aan het einde van de rit, dan is die gozer de lul omdat er geen restwaarde op het veld staat. Zij wilden toch alles bepalen? Ik heb het te doen met Koeman. Nou ja. Nou ja, zeker. Maar ik heb te doen... Nou, met, groot te doen met Koeman. Ik heb te doen met iedereen, met alle voetballiefhebbers van Catalonië. Niet. Wat? Ik heb te doen met alle voetballiefhebbers van Catalonië, want dat ding staat op instorten. En dat krijg je natuurlijk wel met een lening hier en daar, komt het wel weer door. Nee. Maar wie daar ooit nog beleid gaat maken, zolang deze mensen aanwezig zijn? Ja, onmogelijk. Welke mensen? Onmogelijk. Welke? Piqué en Messi en zo? Piqué, Busquets, allemaal. Oké. Okay. Ja, ik denk dat als je Messi hebt... Dat je Messi niet zo moet behandelen. Hoe? Hoe ze nu met hem om zijn gegaan. Wat heeft hij anders gedaan dan de andere kant van het verhaal? Nou, met kijk, en dan heb ik het niet alleen voor Bartomeu, maar wat, ik wilde zeggen Afif. Armin zegt bijvoorbeeld over Abidal, hoe die spelers onder de bus heeft gegooid. Laten we vooropstellen, het is een man uit het basketbal die geen... Die Abidal? Geen kaas van, nee, Bartomeu. Dus ja. Er zijn nee, een bedoel, heleboel... Dus het bestuur van Barcelona is... Weet je, ik snap nooit zo erg dat je spelers onder een bus wil gooien, omdat ze niet meegaan met... Spelers hebben alles en iedereen jaar in jaar uit onder de bus gegooid. Ze stellen zelf iemand aan, ze bepalen de opstelling en daarna moet die trainer eruit. Het zijn spelers. Ja. Dus zij maken, ze horen eigenlijk... Kijk, ik weet dat Messi al jaren beleid maakt, daar, maar dat is Messi. Ja. En Messi is de beste speler. Als je daarvoor kiest, dan moet je eraan conformeren. Okay. Dus dan betekent het ook dat als je ervoor kiest dat Messi... Dan vind ik mooi dat Bartomeu bereid is om als martelaar te sterven. Niet. Om tegen Messi in te gaan. Ja, maar dat kan dus niet als je hem alle macht geeft. Dan kan je niet op een gegeven moment denken... Okay, dat nu is toch niet bij hem begonnen? Nee, maar je gaat er wel in mee. Dan had je moeten zeggen, nee, we geven je die macht niet. Nee, maar dit is precies wat ik bedoel. Of je zegt... Floor, jij bent onze ster. Jij mag alles doen. Alles aan Floor. Maar je kan niet dan op een gegeven moment zeggen, oké. Okay, ja, maar ooit moet toch iemand ingrijpen? Als jij dat nou beslist en ik ben de volgende eigenaar van deze toko, dan moet ik toch iets met Floor... Wat had jij met Messi gedaan? Jordi Amali. Ik weet niet hoe het lukt. Ja, Wordt de nieuwe voorzitter van Barcelona. Fictief en dat soort dingen. Ja, maar wat zou je doen? Zou jij wel alle macht aan Messi ik geven? Ik zou het open gesprek daarin gaan. Van luister jongen, dit is afgelopen tijd, dit en dit. Jij bent heel groot. Je bent, laten we vooropstellen, niemand is groter dan de club. Hoe gaan we dit doen? Heb je het hier naar je zin? Wat zijn je voorwaarden en dat soort dingetjes? Maar we gaan er gewoon weer een voetbalclub van maken. We gaan gewoon weer doorselecteren. We gaan niet jouw buurman opstellen. We gaan talentvolle jongens. Ja. Je mag... daar een vrijbrief in, je mag daar een rol in. Beslis mee in wie we kopen en niet. Gewoon open met zo'n jongen. Je kan niet binnenkomen en als een of andere hoor ik zeg, hey, het is klaar met jou. Ik ga maar een normaal gesprek. Dat is een normaal gesprek. Dat is niet gelukt. Nee. Maar wat ze nu aan het doen zijn, is gewoon die club naar de knoppen brengen. Ja. Maar wie? Ja, de beide. En dat vinden ze heel lullig om, want zij zijn allemaal super begaan met de club. Maar die spelers hebben een heel groot aandeel hierin. Met Jordan? Ja. Jazeker. Zeg maar, je ook allemaal gezien, documentaire met Jordan? Zo, ja. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, ik zeg niet dat het een identieke situatie is. Zij zijn niet goed genoeg om te poelen wat de Bulls hebben gepoeld. Nee, maar ik bedoel meer op een gegeven moment dat zij, weet het... Michael Jordan gewoon op een gegeven moment de lul werd. Je moet dichterbij gaan zitten. Nee, maar de manager... Ja, hoe is dat dan komt dan? De technisch directeur... Een hele goede microfoon. De technisch directeur, daar, die kiest er op is een gegeven moment... Ja, die kiest er op een gegeven moment, maar die maakt die keuze. Ja. Dus die zegt dat op dat moment. Ja. En... Dat is mijn punt op dit moment, dat niemand maakt een keuze. Dus ze geven Messi wel de macht, maar ondertussen lopen ze wel te zeiken over het beleid. Wat Messi maakt. Jordan maakt het beleid.
Jordan koos voor de mensen om hem heen. Maar dat komt nu toch al een paar jaar niet uit, zeg maar, op het voetbal. Ja, dus en moet je een keuze maken. Dat is pijnlijk. Dus ja, dan moet je zeggen... Dit is nu te laat. Nu is het geprobeerd. Ze hadden hem eigenlijk moeten laten gaan. Maar dan wordt die gozer gewoon echt serieus misschien wel wat aangedaan, hè, die voorzitter. Als hij nu was weggelopen, Messi... Nou, je wil niet weten. Die gozer heb zeker 48 uur niet geslapen. Ah, nou ja. Tot de burgemeester, weet ik veel. Iedereen begon te tweeten en social media te delen van als hij Messi uit de staat laat gaan, bla bla bla. Die gozer, dat hij geen hartverzakking heeft gehad die avond. Dat kan je echt niet onderschatten hoe dat gaat, zeg maar. Dat hier... Ja, dus moet iemand je het maar boos zeggen. Iemand is boos op Edwin van der Sar. Ja, nou en? Weet je, dat is zeg maar niet vergelijkbaar qua impact. Nou ja, ja, ja. Ik snap niet dat als je die club belangrijk vindt of als je die club lief hebt, dat je niet wil inzien. Ik snap de mensen niet die niet willen inzien wat een grote rol in de teleurgang van die club die spelers spelen. Ik heb helemaal niks met die voorzitter, hè. Ik vind die spelers gewoon eikels. Maar als je, kijk, en dat bedoel ik, dat als je op een gegeven moment alle macht neerlegt bij Messi, dan moet je all the way gaan. Ja. En nu, weet je, als jij... Dit is een beetje het voorland van wat er gaat gebeuren met Feyenoord, met Berghuis. Die zo meteen de hele club bepaalt. Nee, maar ja, die komen toch niet uit. Dan kunnen we links om of rechts om. Charlotte Arnissen. Ja, volgens mij zijn het gewoon twee vechtende haantjes, toch? Ja. Bij Barcelona. Dan... Ik denk... En als het goed gaat, dan blijven we doorgaan. Als het goed gaat, dan is het weer stil. Nee, jij zei, ik heb medelijden met Koeman, weet je... Wij hebben toen gezegd, toen Koeman daarin ging... het beste wat Koeman nu kan overkomen... is dat ze Messi nog voor een paar honderd miljoen verkopen... hoeveel je ervoor krijgt. En dat je gewoon een nieuwe Barcelona gaat bouwen. Ja, dat was echt de redding geweest voor Koeman. Want dan had iedereen gezegd... Oh, je bent je beste speler, de GOAT is weg. Je kan opnieuw gaan bouwen, je hebt geld. Je kan weer gaan bouwen aan een nieuwe ploeg. Messi had gewoon naar de Premier League of naar Italië. En City toch, ja. Naar Italië, dan belastingtechnisch. Kan hij weer tegen spelen. Ja, dat was... ja. Nee, maar dat was de enige oplossing. Het was toch dat gerucht dat Juventus... Het zou wel echt FIFA ten top zijn. Ja, Messi en Ronaldo bij Juve. Op een gegeven moment was het misschien is dit ik dacht wel, Inter op een gegeven moment. Inter was het gerucht, omdat zijn vader natuurlijk... met die belasting. Stel dat hij bij Juve zou spelen gewoon, met z'n tweeën, man. Ja. Het zou toch leuk zijn om gewoon een jaartje mee te maken. Ja, Messi en Ronaldo in de elftal, dat gaat ook helemaal niet goed natuurlijk. Super. Ja, maar dat ze ineens BFF's op het veld zijn. Afleggen, nee, maak jij hem maar. Nee, ik maak hem wel. Moet je je voorstellen, als jij die derde aanvaller bent, dan doe je niet mee, hè? Die bal is nu al woest. Laat staan als Messi erbij was gekomen. Ja, nou. Messi. Je moet even, want ik krijg nu een berichtje van Jeroen. De pizza's hierachter fixen. Die zijn hier... Ja, ik weet welke, maar die zijn makkelijk. Zijn die minder? Ja, heel spannend. Oh, oké. Connoisseur, hè? En wat zei je? Connoisseur, dus moeten we ons aan committen. Ja, wat speelt het dit weekend? Nou, El Clasico. Wie gaat hem winnen? Wie speelt thuis? Barcelona. Real Madrid. Real Madrid winnen. Speelt dat nog een rol? Nou, ja, ik denk. Vind je dat nog meespelen? Ja, kijk hier. Barcelona tegen Real Madrid. Nee. nee, maar die wil ik wel zo zien, want dat wist ik. Dat zat niet zo in mijn hoofd. Vind je dat nog meespelen? Nou, ik heb het idee met die lege stadions dat het ook vooral voor die spelers zoiets is van ja, het zijn trainingswedstrijden die heel belangrijk zijn. Ja. Dat idee ook Ajax Liverpool. Dat ze toch gewoon een leeg stadion binnenlopen. En ja. Merk je ook dat het minder snel dat het heel fijn is voor scheidsrechters. Ik zie veel minder nu dat voetballers op scheidsrechters zijn. Ja, omdat je het hoort, toch? Ja, wat je vorige keer zag met de naam. Dat ik het hoort, maar ook gewoon, weet je, als publiek. Dat effect, weet je, dan laat je opjutten. Natuurlijk laat je opjutten en dan ga je... Ik denk dat het voor scheidsrechters een verademing is om nu voetbal te spelen. Ik heb nu wel een paar derbies gekeken tot op heden. En het vuur kan nog steeds wel in die wedstrijd zitten. En dat is dan ook waar je moet op hopen als kijker natuurlijk. Ja. Van dat er even iets gebeurt. Waarbij Milan Inter ging er best wel bovenop op een gegeven moment. Van Zlatan bij De Vrij. Ja. Hij liep zo tegen zijn elleboog. Je moet hetzelfde denken aan Pelle ooit bij Joël Veldman. Dat Jan-Joos van Gaal, dat was dat bizarre interview met dat Pelle Ajax-face. Tegen Jan-Joos zei. Ajax-face. En dat die Jan-Joos nog de laatste vragen. What happened? What do you mean? En toen start ze hem in. Hij zag het niet. En dat hij hem echt ziet kijken waar die is. En dan Bof. Boom. Goed. Joos een Ajax-feest? Zeker. Ja? Ja? Oh, zeker. Wat is een Ajax-feest? Ik bedoel eindelijk antwoord naar jou. Ik denk dat Pelle niet letterlijk zijn gezicht bedoelde, maar gewoon de
echt, zeg maar, de vraagstelling, zeg maar. Weet je? Maar ja, maar... Ajax-minded achter in je hoofd, stiekem. Precies, en ik denk dat hij ook al weet dat het Foxsports-kantoor vlak naast de arena is. Dus ik denk dat het ongetwijfeld ook meespeelt. Want dat is echt een ding bij Feyenoord, dat ze dus hebben van, ja, natuurlijk. Van Hanegem begonnen ooit over en dat is nooit weg geweest, zeg maar. Ja. Een beetje Calimero-gedrag, toch? Zeker. Ja. Ik zeg wat hun zeggen, maar ik ben het er niet mee eens. Nee, vind je dat veel journalisten een Ajax, nou, hoofd niet hebben, maar een Ajax-uitstraling? Nee, eigenlijk deze generatie wat minder, maar hiervoor wel echt hoor. Wie, de Frits Barends, de Jackson Gelder? Frits, Jack inderdaad. Jack Spijkerman. Jack Spijkerman, dat is gewoon een supporter. Een supporter. Hey, is toch ook een journalist? Ja, misschien een andere tak. Geen voetbaljournalist. Nee, Jack Spijkerman. Nee, Jack heeft een voetbalprogramma gepresenteerd. Dat was het. Die voetbalquiz. Koning Voetbal. Oh, ja. Nee, ja, dat is waar. Nee, inderdaad. Ja. En hij zat vaak in praatprogramma's toen de Eretribune nog... echt in iedereen uitnodigde die iets een connectie had met voetbal. Ja, maar Real of Ajax? Real of Ajax? Of Real of Barca? Ik denk Barcelona. Ja? Omdat Real doet het toch niet zo lekker. Holy Christus. Shakhtar had gewoon 13 man COVID. Hè? Hey, ja. Hoeveel mensen daar rust kapot zijn opgegaan met hun bets? Die vooraf zien, je mist zoveel spelers en je moet dan naar... En die laatste goal was gewoon inpeper, hè, van Shakhtar. Dat was gewoon hakkie, overstapje. Ja. bij rust al 0-3. Nee, de Real zit er heel slecht in, maar even goed. Sergio, voor mij is het, speelt Ramos win. Ramos Madrid speelt, heb je Zidane voor de uitzending verteld. Je hebt hem gesproken? Of op een persco? Nee, ik heb het gelezen voordat hij erin stapte. Nou, dan heb ik Madrid. Bloedeloze gelijkspel. Echt ook. Ik denk ook doodzaai 0-0. Okay. 1-1. Dan gaan we naar een competitie waar het nooit bloedeloos is. De Eredivisie. Want het is RKC uit. Heerlijk. Ja? Heerlijk. Linzen gaat het 3 maken. Linzen. Nu wel. Linzen gaat het 3 maken, ja. Jezus, ja. Hey, die vond ik gisteren best wel goed spelen. Hij scoorde niet. Nee, de goals gaan een keer vallen, denk ik. Een paar pasen die assist konden ketchup worden. Ketchup flit. Ken je die? Vond ik lekker, hoor. Verleg even uit. Zag goed uit. Nee, weet je wie goed was gisteren trouwens bij Feyenoord? Diemers. Vond ik... Begin, het app te weg. Ik vond Spies vond ik echt goed, man. Hij zet 2 keer Linzen. Als je een expected goals had, dan was het 0,8. Die 2 nee, maar kansen. Die match vind ik sowieso een aanwinst, hoor. Dat vind ik echt een verbeterde versie van Toornstra. In zo. Had jij verwacht toen ik kwam... Tenminste, ik zou denk ik als Feyenoorder hebben dat je Sinisterra wel een beetje mist. Oh, 100%. Ja, toch? 100%. Ik denk, als hij, die is onderweg terug. Ik denk dat hij ook gelijk de spits in gaat, hoor, als hij terug is. Ik vond hem vrij goed bij Vlagen. En ik denk, dat is echt wel een gemisse antwoord. Die is onderweg terug. Die gaat volgens mij zijn eerste minuten maken bij Jong Feyenoord binnenkort. En die gaat, zodra hij terug is, meteen is hij de nummer 1 spits, denk ik, voor advocaat. Want Jurgensen, die kan... Hij legt niet meer, hè? Die gaat sowieso, ik denk zelfs misschien deze winter al weg. Want ik denk dat advocaat echt helemaal knettergek wordt van hem. Ja. Wat vind jij eigenlijk van advocaat? Aardige fan. Ja? Nee, goede trainer. Ja, lekker. Goede trainer. Lekker. Ik denk voor dit jaar goed om te overbruggen. Vind je het mooi dat die spelers en alles maar onder de bus dieft? Voor zo'n Bozenik vind ik het best wel zielig. Ja, ik heb het gewoon eigenlijk over iedereen, zeg maar. Als het hem niet aanstaat, dan... wat moet je daarvan zeggen? Support is heerlijk om te horen, maar voor een speler denk ik... Maar jij denkt ook, ja, prima, goed dat... Ik denk dat die spelers best wel veel pik, hoor, van advocaat. Ja. Als je ziet waar die ze uit... Hey, ik heb dus veel jongens van Utrecht gesproken daarover. En die zei het ook, weet je. Want we hebben het in de Core-podcast hebben we het wel eens gehad over die wedstrijdbespreking van hem. En dat een beetje nergens over ging. Eerste bal moet je winnen, druk zetten en lala. Maar dat iedereen bij Utrecht bijvoorbeeld zei, ja... Het is advocaat. Als advocaat iets zegt, je gaat gewoon luisteren. Precies, maar hij heeft ook echt goed gepresteerd vorig jaar met Feyenoord. Ik bedoel, als je ziet waar hij ze uit... wat voor klote situatie ons heeft geholpen. Ja. Ik bedoel, je begon bijna opeens mee te doen met het kampioenschap... terwijl je eerst een middenmotor was. Ik denk dat ze nu best wel veel pikken van hem. Er is maar voor Bozenik vind ik het gewoon zielig. Want ja, ook, die jongen die weet soms ook niet wat hij aan het doen is. Het is gewoon het grote bedrag wat ervoor betaald is. Wat ik nog steeds echt krankzinnig vind eigenlijk. Maar ik denk trouwens dat hoe het er nu naar uitziet met het spel van nu. En waarin je gewoon overduidelijk ziet dat we gewoon geen goede spits hebben. Dat ze toch nog een gooi gaan doen naar Zirkzee deze winter. Van de winter. Ja. Dat je nu alvast doorpakt op de gesprekken. En dan, Dat het gewoon last minute, dat Arne ze gewoon tegen advocaat zei van laten we even kijken hoe het is.
In de podcast met Peetsen hebben we een Fabrizio Romano. Zeg maar de... Ja, dus zeg maar de man die alles weet qua transfers. En nu je eigen privé-podcast pluggen midden in de over uitzending. Berghuis. Helemaal gek. Berghuis over wat op de laatste speeldag gebeurde. Een reconstructie? Ja. Luistert okay. U nu True Crime met Zeker, Peterson. Vanaf morgen. Nee, dat hij naar de Serie A. De Serie A club. Specia. Nee, echt een goede Serie A club. Goede Serie A club? Napoli. Morgen luisteren. Sassuolo. Morgen luisteren. Lekker pef. Nee, maar ik denk met advocaat vooral. En dat is dan misschien wel... Waar de oude generatie het moet loslaten dat een Ten Hag en een Slot hoe die werken. Dat de nieuwe generatie ook gewoon het een plekje moet geven dat advocaat en dat soort type trainers ook gewoon kan werken. Het is niet zo dat je moet dit profiel hebben als trainer. Je kan ook gewoon als trainer komen en de juiste snaar raken en alleen maar zeggen we knallen erop. En jij gaat door het vuur voor mij. Dat werkt ook gewoon. Ja. En zeker als je een wat volwassenere ploeg hebt, kan dat gewoon. Als je die jongens hoef je niet meer uit te leggen wat dit is het strijdplan. Precies. Jij bent linksback, dat zie je ook wel vaak. Dat er trainers zijn die gewoon zeggen... jij bent op best linksback, dus je gaat ook linksback. We gaan niks proberen. Ja. Kan gewoon. Ja, zeker. Ik denk ook, weet je, op een gegeven moment Linzen gaat scoren. En dan hoop ik dat hij het eigenlijk vast gaat houden. Hij heeft wel alles over zich. En ik gun het zo wel Feyenoord niet als hemzelf niet. Het heeft wel echt over zich om die weer foute gok van Feyenoord te zijn in die Eredivisie aankoop. Ja. Wat ze altijd een beetje over zich hebben van nemen we die wel. Ja, oké, nou probeer het. Ja, salarissen. Ja, ik denk echt dat hij ze echt op een gegeven moment wel gaat maken. Ja, het zijn gewoon twee ongelukkige wedstrijden geweest tegen Sparta en Twente. Dat je ze gewoon niet weet te maken omdat je geen topschutter in je team hebt. Is hij verhuisd nu? Voor de rest, ik ben echt niet ontevreden over hoe het er nu voor staat. Ik denk dat iedereen verhuisd is, toch? Verhuisd. Ja. Ja? Rotterdam? Ja. Ja. Ja, meeste spelers die gaan... Hij lijkt me echt een heimwee-type. Misschien moet je hem gewoon... Laat hem heen en weer rijden in plaats van Rotterdam wonen. Weet dat bij Hotel New York, toch? Dat gebouw daar. Kop van Zuid. Ja, Kop van Zuid wonen de meeste spelers daar. Zitten ze allemaal met elkaar in het... Dat is... Moet hem terugsturen. Die gaan... Met zijn eigen omgeving. Ja, hij is echt iemand die goed gedijt bij zijn familie en vrienden. Ik denk dat ze deze winter nog wel iets gaan doen, hoor. Ik denk dat de advocaat die dagelijks bij Arnes op kantoor komt en zegt... Zie nou wel. Dan toch moeten halen. Gaan jullie het lastig krijgen morgen in Venlo? Nee, helemaal niet. Klaas is terug, toch? Oké. Klaas komt terug. Geen zorgen. Maak jij je zorgen? Ik ben wel benieuwd wie initiatiefnemer vanuit het middenveld van Ajax gaat worden nu Kudus weg is. Ryan Gravenberg? Wow. Nee, Promes op middenveld is ook niet handig. Klaas is niet echt een initiatief. Het is meer gewoon een... Type. Nou, Klaas als nummer 6 Box. Doet hij het goed. En ik denk dat tegen iets mindere goede clubs, ja, dan zeg Dieper ik het nu wel netjes, toch? Dat hij gewoon op richting 10 gaat. Het wordt, ik ben inderdaad... vooral benieuwd wat hij gaat doen met Martinez en Blind. Dat in principe, ik vind Martinez te goed voor de bank. Moet wel echt daar op die positie spelen. Hou je Blind op het middenveld. Ik nu wel prettig, maar ja, komt dat doordat Liverpool de tegenstander is? Mm-hmm. Werkt het ook tegen VVV? I don't know. Want ze zijn vorig seizoen natuurlijk ook al een keer geswitcht. Zeker. Omdat het niet beviel. Het is ook wel een vervelend tussendoortje. Ik denk niet dat het... Absoluut. Want volgende week speel je Atalanta voor mij op dinsdag al. Ja. Uit. Ja, dat is wel make or break al gelijk, hè? Zeker. Ja, wel opmerkelijk dat tegen Liverpool zaten zowel Anthony niet bij als Timber. Vanochtend gewoon meegetraind. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk met de AVG dat je aan de spelers moet vragen of je het een pakket mag maken. Iedereen zei, nou ja, als ze niet mee mogen doen tegen Liverpool, dan zal wel corona zijn. Maar het kan bijna geen corona zijn dat je 2 dagen later nu alweer meetraint, toch? Nou, misschien waren ze getest en krijg je het antwoord niet. Of krijgen hun het supersnel? Ja, zij hebben al die snel... Ja. Dan zijn ze er snel vanaf. Ja, maar Anthony en Timber weer terug op het trainingsveld. Dus die zijn... Ja, zeker. Belangrijk voor Ajax. Utrecht-Twente. Mooie wedstrijd, hoor. Ja. Echt een leuke wedstrijd. Goede wedstrijd, denk ik ook wel. Twente doet goed last uit, hoor. Twente heeft ook nog wel... Volgens mij dit is zo redelijk dat ze begin van de wedstrijd erop knallen. Dus dan ja, Utrecht zit een beetje met zichzelf in de knoop en het allemaal wel in te vullen. En ook gewoon achteraf stom met het uitdagen van de top en dat soort dingen. Het zit gewoon een beetje echt in de knoop met zichzelf. Ja. Maar je hebt best wel kans dat Twente speelt best wel positief voetbal. Ja. En veel tegenstanders, kleinere tegenstanders dan Utrecht, die gaan ze toch een beetje ingraven. Ja, maar dat dit misschien wel zo'n wedstrijd is dat het er allemaal uitkomt. De Utrecht? Ja. Ja, dat ze nu een ploeg hebben. Maar aan de andere kant, voor mij, vorige week speelde Twente bij Willem II. En dat deden ze zo goed. Ze lieten Willem II gewoon voetballen. En uiteindelijk slachten ze Willem II daar. Ja.
Willem II deed ook een heleboel niet goed. Nee, dat is waar. Van de maar goed, als je nu de voorhoede ziet... Echt, nee, maar dat was wel gewoon... Ik denk zwaar de wegende factor wat Willem II aan het kloten was dan dat Twente goed was. Mag Cerny nu voetballen eigenlijk? Hij is nu toch gehuurd van Utrecht of niet? Ja, in Nederland. In Engeland is dat altijd die regel. In Engeland is altijd die regel. Nee, die voorhoede vind ik wel echt heel interessant. Want je hebt dus menig Danilo en dan een Cerny. Ja. Ik denk niet dat Twente nog heel lang iets... Het is gewoon leuk, de eerste wedstrijden. Maar ik denk niet dat ze nog... Nee joh. Ze gaan gewoon meer de motor spelen, toch? Ja. Ik hoop gewoon bij Twente dat, hoe heet die, Halil veel gaat spelen. Dervis, ja. Zo, dat is nog een bizar verhaal hoe die bij Twente is terecht is gekomen, hè? Ja, die Saki, toch? Ja. En ja, voor de mensen die het gemist hebben, dat die zaakwaarnemer zei dat hij alleen in de podcast, reconstructie, hoe dat is misgegaan. Ja. Neutrale kijkers, met Henk van Stee. Ja, bizar verhaal. Zou je niet wel zijn neutrale kijkers willen hebben, Henk van Stee? Henk van Stee? Nee. Nee, Henk van Stee zeggen we nee tegen. Mag ik tel, sorry? Nou ja, Halil, dat hij op een bizarre manier bij Twente. Maar ik wil het ook even hebben over Utrecht. Ik vind het zonde dat een Elia en dan ook een beetje biased dat Arzani op de bank zit. Maar die zou ik toch, weet je, er zijn toch twee mooie voetballers. El Giro Elia heeft natuurlijk, ik weet niet, ja, voor mij is dat naar buiten gekomen, heeft corona gehad. Dus die heeft gewoon 10-12 dagen niet met de groep meegetraind. En dan heb je, dat is wel als een ploeg volle bak doortraint, dan duurt het wel weer even. Ik denk dat hij misschien morgen wel gewoon basis. Ik zag video's bij op de training van Utrecht, dat hij er gewoon 3-4 maakte, zeg maar. Maar ik denk, ja, dat zijn toch twee echt creatieve, goede voetballers. Ik denk, je hebt Kerk. Laten we het daar sowieso over hebben, over corona. Dat het heel gek is natuurlijk. Oh, leuk. Dat hebben we de afgelopen maanden nooit over gehad, corona. Nee. Wat is dat dan? Nee, maar vanavond is weer een wedstrijd afgelast, hè, in de KKD. Dat is meer een beetje waar ik het over heb. De wedstrijd waar jij speciaal voor ging zitten. De wedstrijd van de week van Jordi Amali. Jong Utrecht tegen Toppos. In enkele dagen zijn er 5 besmettingen bij de Ossenaren aan het licht gekomen. En bovendien zijn er nog mensen met klachten. Maar op basis waarvan wordt er dan bijvoorbeeld zo'n wedstrijd afgelast? Is het dan de clubs onderling samen met de KNVB? Nee. Of is het echt een regel protocol voor als zoveel spelers het hebben? Nou, bij UEFA las ik dus van de week... Als 13 spelers. 13 spelers hebt, gaat het door. Ja, dan mag je spelen. Ja. Ja, dan zou ik eerder neigen van... We verzinnen er nog 2 bij. Ja, ik wou net zeggen, kan niet faken. 12, ja. Wegwezen. Hij heeft het ook. Ja, maar daar ga je natuurlijk wel... Kug even voor die gozer. Ja. Overzicht, protocol verantwoord spelen. Zal het daarbij zijn op de KNVB-site? Nee, ik denk waar ik het in het begin over hoor, dat het met de lokale GGD's te maken heeft, zeg maar. Met besmettingsgevaren binnen een groep. Ja. Veel Brabantse ploegen, zeker in het begin in de KKD. Dat daarmee te maken heeft. En volgens mij is het ook, als je je aan de regels houdt in de Eredivisie. Want elke, of niet elke ploeg, heel veel ploegen hebben al best wel besmetting gehad. Utrecht heeft er al een paar. Bijna heftig. Ja, dat je dan altijd wel kan voetballen. Dus dan zou het nu betekenen dat er een grotere groep besmet is geraakt. En dat betekent heel vaak dat je de protocollen niet gevolgd hebt. Mag je zeggen... Voorafgaande, zeg maar, aan het... Mag je zeggen als je 3 belangrijke spelers die ziek zijn... Nee, tuurlijk mag je dat niet zeggen. Want NAC speelde afgelopen dinsdag van mij tegen de Graafschap. Tegen Cambuur. Dat gaat het natuurlijk wel een bijzonder seizoen maken. Is dat gewoon... Het wordt een loterij. Out of the blue kan je gewoon je 4 beste mensen kwijt zijn. Zomaar. Het wordt echt gewoon een loterij. Van, ja. Oh, het heerst nu daar. Dus die gaan deze week het moeilijk krijgen. Ja, maar het is wel een spelelement, lijkt het wel. Het is trainers op dit moment. Dat je de hele week toewerkt naar iets. En dan krijg je die testen binnen op het laatste moment. Voor mij nu, de eerste wedstrijden zijn voor mij is zo meteen 6:45. Ja. Dat ze vanmiddag nog niet wisten wie er positief en negatief getest waren. Ja, de KKD maakt er niet zo heel veel uit. Maar bij de Eredivisie is dat natuurlijk zuur. Ja, wel. Als jij zeg maar bij NAC zeg maar je voorstelt... Ja, allemaal allround voetballers. Okay, zit je Frits linksback, kom op man. Frits, vandaag... vandaag ga je niet keepen. Je hangt het op links. Nee, ruimte nee, maken voor die linksback. Nee, maar ja, goed element toch, om je te ontwikkelen als trainer. Is iets wat je gewoon... Is goed voor je ontwikkeling als trainer. Maar is echt dat ze het op de cursus erbij doen. Creatief. Het is ook niet nadelig voor je ploeg om een beetje teamgevoel te creëren. Ja, wat een onzin. Nee, tuurlijk is het kut, maar het is toch ook het gewoon leuk. Niet, jij zegt letterlijk, het is niet nadelig voor je ploeg. Stel nou, je hebt even... wel nadelig voor je ploeg, maar hoe pak je het op? Een soort teambuilding is, zeg maar. Dat je met z'n allen denkt van, kut, nou hebben 6 mensen het. We moeten het toch gaan doen, jongens. Also, jij bent de 6 van Toppos. En het, op ga jij maar naar spits. Op trainen wil je, weet je, af en toe een doelpuntje maken. Kon je praten en dat soort dingen. Nou, vanavond 3 spitsen, COVID. Armin Gamma is toch... Ja, zet deed toch? De wit gewoon het in de spits. Natuurlijk, vanuit een professioneel oogpunt is het super kut. Maar je moet het maken, je moet het leuk maken.
En een beetje... Van een loterijtje eigenlijk. Ja. Echt, het is gewoon van bidden dat je niet die melding krijgt. Die... Ja, maar hoe breed zijn die selecties van de Jupiler League? Ben je ooit ontslagen? Dossie zegt daarom dus Jordi dus ooit ontslag. Oh, dat is natuurlijk voetbalmanager. Dossie. Ja. Jezus. Maar goed, dus het is dus afwachten wie er morgen op het veld staat. Pek Willem 2. Pek Zwolle slecht, hè? Dat vind ik echt heel slecht. Heb je die trainer weer gezien? Nee, maar John Stegeman is het prototype trainer die iedereen onder de bus gooit als het niet goed gaat. Je hebt Feit natuurlijk en je hebt nog Mike Feit. Madhouse. En Remco Rechterschot, journalist. Ja. Ja, echt gewoon totale meltdown elke keer dat Pek Zwolle 90 minuten aan de gang is. Die wordt helemaal gestoord. Je hebt onder supporters wel eens dat er groepen voor en tegen zijn, toch, over een trainer. Ja. Ik moet de eerste nog zien op sociale media die voor John Stegeman is. Ja, het is wel, ja. Maar... En los van het incident vorig jaar met drank, maar gewoon de keuze die... Nee, dat vind ik ook dat je dat separaat moet zien, maar er zit gewoon echt heel weinig progressie in. Sorry, wat voor woord gebruik je? Nee, dat je dat separaat moet zien, dus apart. Separate. Ja, nee, ik snap het wel, maar ik had niet verwacht dat jij dat woord zou gebruiken. Nee, mooi. Goede ontwikkeling. Dat je dat apart moet zien van elkaar, maar... Zeker. Het is slecht, hoor. Ja, dat is inderdaad slecht. En ik zag laatst voorbij komen, dat vond ik dan iets te enthousiast van... Is onze selectie zoveel minder dan? Ik denk dat Twente erbij werd gehad, vind ik ze wel wat slechter. Maar er loopt toch wel gewoon wat materiaal rond bij PEC? Misschien moeten ze gewoon Jaap Stam terughalen. Je hebt de laatste 5 wedstrijden bij Cincinnati verloren, toch? Ja, die ging ook niet goed daar. Ja, spitsie van jou valt tegen daar bij PEC. Reza, ja. Maar die is, dit zijn Reza de laatste jaren. Dingen. Huh? Die zijn andere dingen, toch? Ja, die zijn... Pas goed. Ja, echt? En gewoon, het is een bijdingetje gewoon. Het is niet meer dat hij echt vol meer voor... Dat is heel leuk om te zeggen, want ik heb hem dus ook... Weet je, je merkt hem... Je werkt niet elke dag met hem, maar... Aan alles zie je aan hem... Dat hij niet die enorme vuur meer heeft die hij... In de jaren had bij Cambuur, bij Heerenveen, toen het echt heel goed ging. Laten wij vooropstellen dat als je vindt dat je dat kan zien, gewoon al, dat dan de tijd is toch dat je iemand zijn contract ontbindt. Nou, weet je wat ik wel zeg? Hij heeft wel een prijs gewonnen vorige week, toch? Voor de slechtste penalty die ooit is ingeschoten in de Eredivisie. Goeie genade. Die pingel tegen PSV. Ik vind het niet leuk om over Iraanse spelers negatief te zijn, maar ik denk dat die... Lastig... Qua gevolgen? Nee, het is gewoon... Nee, dat heel zo wereldvreemd, joh. Ja. Moet je nu bescherming? Hé, hey, we hebben ooit een Griek gehad bij ons in de show. En die belde me een half uur later. Hé, hey, maar dat moet er nu uit, want... Maar die had wel even wat anders gezegd. Maar is dat gewoon open, zeg maar? Die informatie als zijnde dat hij gewoon nog lekker erbij wil voetballen? Nee, ho. Of is het gewoon... Nee, niet zo open. Okay. Maar gewoon, weet je, het is... Weet je, hij is al gestopt als international. En hij komt... Volgens mij heeft hij in Cyprus en Australië... De concurrentie is veel te groot. Ja, dus moment. Is hij niet gestopt. Hij is niet gestopt. Hij wordt gewoon niet meer geselecteerd. Hij heeft echt bedankt. Maar hoezo zou hij voor Iran bedanken? Ja, als ik nu word opgeroepen, dan bedank ik. Ja, we staan... Jij hebt ook bedankt voor Turkije, toch? Zeker. Al 3 keer. Niemand reageert. Nee, het is volgens mij omdat dit laatste WK... laatste WK heeft hij volgens mij geen minuut gespeeld. En dat best wel verkeerd viel bij hem. Want het is echt een held. Ons onderschat niet wat voor held. Hoezo zijn held? Iran. In de... kwalificatie of zo? Nee, tegen goals? Zuid-Korea... volgens mij voor het WK 2014 heeft hij... de winnende goal gemaakt voor Iran... om weer gekwalificeerd te zijn voor het WK. En dat was zo'n ontlading. Dat was zo'n... Bizar, zeg maar, dat het woordje voor eeuwig aan herinnert. Ja. Maar ik denk niet meer. Weet je, hij heeft Australië achter de rug gehad, Cyprus achter de rug gehad. Zeker. Hij is nu terug in Nederland. Aan alles merk je toch wel van, hey, dit is toch... Maar voor mij, wat is er misgegaan tussen John Stegeman en Mike van Duinen? Ik was aan de beurt, ik keek je net aan. Oh. Ik wilde nog een bruggetje maken met Iran. Oké, doe maar. Nee, maar Flo, je hebt natuurlijk superveel gedaan. Je bent vaak in Iran geweest. Maar waarschijnlijk ook al 100 keer dit moeten doen. Maar zo, ik moest denken aan het shirt van Iran. Wit, over het algemeen, thuisshirt. Ja. Beetje groen, toch? Ja. Nee, wit met rode accenten. Accentjes. Uitzicht, is dat nog, zeg maar, als je wordt gevraagd om ergens in te duimen, één kleur? Is dat... Welke kant? Ja, dat is lastig, man. Goeie vraag. Wat zo'n relief, zeg maar, wat je nu wel ziet, of een stad of een plaats of dat soort dingen, dat is ook altijd. Hij heeft een heel vet shirt gemaakt over stad en relief. Voor die zaalvoetballers, toch? Knooppunt. Ja, voor Knooppunt. In Amsterdam. Ja, de kaart van Amsterdam. Maar dat is bijvoorbeeld ook. Het, wat je hier ook ziet van het merkje, dat is een Jacquard. Dat is erin geweven. En dat zie je vaak bij, ook bij Persische clubs en landen. Zie je dat?
Dus ga je heel erg in de details. Ja, maar gewoon als je wit hebt en je wilt toch iets bijzonders doen, dan zit er wit in het in de detail. Dus of geweven zoals dit, maar je kan het ook heel licht drukken. Ja. Ik geloof dat Iran ook een keer Puma had. Ja. En dan Puma had ook een lijn waarbij je op de schouder, 10 jaar geleden al of zo, dat je daar een element zag. Ja. En dat had Iran dus toen ook. Het Iran-shirt van 2014 ze worden de cheetahs genoemd. Ja. Het had een hele grote cheetah op het shirt. Echt het WK-shirt van 2014. Ja. Vet. Dus, daar is, over het laatste WK, over de tenues van Iran, is wel een geinig verhaal. Die werden dus gesponsord door Adidas. Maar omdat er wereldwijde sancties zijn tegen Iran, Adidas geen officieels, mochten ze Iran officieel niet sponsoren. Maar daar kwamen ze pas heel laat achter of zo. En toen heeft Iran echt met bedrukte Adidas-shirts hebben ze het WK gespeeld. Dat is echt... Die hebben maar met één... Die hebben echt een partij Adidas Basic shirts gewoon ingekocht. Gewoon een shirt. Een bedrukking gedaan en de nummers bedrukt. Maar dat was geen je kon nergens bijvoorbeeld het officiële Iran-shirt kopen. Nergens. Niet in Iran niet, in Europa niet. Je kon nergens aan het shirt komen. Ik heb het shirt, maar dat is ook een bedrukte versie. Maar ook die spelers hebben echt met bedrukte varianten gespeeld. Dat is echt bizar. Wat goed. Gewoon door sancties, weet je? Dat je gewoon, Amerikaanse bedrijven, sommigen mogen ook nooit precies, via bankwezen precies. Van Iran, inderdaad. Dus toen hebben ze echt met... Komt Turkije, schiet altijd te hulp als tussenpersoon. Hey, dit is een soort Zwitserland, toch? Vriend van iedereen, neutraal, Turkije. Wie? Ja, vriendelijk land. Zeker, op het moment heel veel vrienden. Ja, heel veel vrienden. Wereld. Ja. Er wordt gevraagd over Alireza. Waar moet hij naartoe om een keer weer het plezier in voetbal terug te gaan vinden? Ja, vorig seizoen was het echt een ramp bij Brighton. Nu speelt hij af en toe wel mee. Hij heeft echt de verkeerde keuze gemaakt. En ik vind het echt, weet je, een geweldige voetballer. Ik gun hem het allerbeste. Maar volgens mij was Brighton de enige club die dat bedrag aan AZ wilde betalen destijds. Ja, maar hij wilde zelf heel graag naar de Bundesliga. Wat eigenlijk in principe elke Iraanse speler wil. Maar ja, dan kom je bij zo'n middenmotor bij in Engeland, weet je. Ja. Dat is, volgens mij was destijds echt alleen Brighton wilde 18 miljoen voor hem betalen. En toen moest er zijn dus clubs Brighton. Die minder... Eigenlijk is het hetzelfde verhaal als met Vincent Janssen. Dat zijn clubs die minder wilden betalen. En toen kwam opeens Brighton. Ja. Dus hij zei, dit is wat Brighton deze betaalt. Deze accepteren we en de rest accepteren we niet. En toen is hij gewoon... Ik denk dat hij zelf niet naar Brighton wilde eigenlijk. Nee. Heerenveen-Emmen. Welke van de vier mannen gaat scoren? Grotere kans dat Henk scoort. Ja. Joey neemt de pingels, hè? Klopt. Maar Emma gaat geen penalty weggeven. Oh, oké. Okay. Hoe is het met Anko? Goed. Ja? Ja. Gaat hij basis staan morgen? Zit wel tegen basisplaatsje aan. Hij is weer bijna helemaal weer fit, hè, Anko Jansen? Ja. Maar het gekke is dat het nog steeds daaroverheen gaat. Terwijl als je social media volgt en die gozer, het lijkt mij fitter dan ooit. Ja. Heel veel rondjes rennen, trainen en dat soort dingen. Maar, ja, maar, ja, dus dat begon, maar dan ging het alsnog, toen het seizoen begon, ging het ineens over de fitheid van Anko Jansen. Dat ik denk van nou, ze loopt gewoon kilometers wel. Wat het grappig is, dat in de lockdown en dat soort dingen, die spelers dan die posten ook wat dingen. En dan bij sommige spelers denk je oké, maar elke keer dat ik Anko zag, maar Anko was aan het lopen, jongen, en fit. En ik dacht echt, wat is dit, jongen? Het ding is een beetje, ik vind het heel moeilijk, omdat natuurlijk... 90 minuten volle bak. Ja. Misschien lastig. Ja. Echt volle bak. Alleen, begin je met hem of eindig je met hem? Mm. Meestal is hij is echt heel vaak goed ingevallen. Ik denk dat is, als hij niet 90 minuten kan spelen, moet je hem de tweede helft. Want dan is tegenstander moe, worden de ruimtes groter. Hij is gewoon te goed eigenlijk voor Emmen, zeg maar. Ja, maar aan de andere kant, als we het erover hebben, kan hij 1 helft of 2 helft spelen. Dan is Emma, denk ik, dan weer wel je plek. Dus het is gewoon een goede match. Anko, Kolar en Ricardo van Rijn doen niet mee morgen. Oh. Nou, mooi, dit betoog over Anko. Nou, Heerenveen 3-0. Ja, trekken we gewoon door. Dan is het Jordi Mali tegen Nieuw Peetsen. De brunchwedstrijd op zondag. Ja. Fortuna valt me tegen dit jaar. Ja, ik heb een weddenschap met... rollen. Ik heb een weddenschap lopen. Kijk, met jou... Kijk, dat is het lekkere. Met weddenschap met jou weet ik dat ik hem altijd win. Duurt wel 2 jaar voordat ik mijn prijs krijg. Maar met Bruce... Nee, ik heb hem inmiddels gehad. Wout Weghorst. Niet gesigneerd shirt. Bruce maar... zei Fortuna Europa in? Nee, ik zei Fortuna boven 12, toch? Ja. Ik heb Fortuna boven 12. En zei Bruce nee. Ik zei zelfs Europa League. Ja, oké, maar daarom doe ik dus ook... Kijk, lieve dames en heren, als je ooit een weddenschap wil afsluiten, sluit hem alsjeblieft met Jordi Mali af. Die gaan Europa in. Nou, dit kan wel eens de eerste wedstrijd van de zegenreeks worden. Ja.
Ja, ik heb het programma verder niet, nee, maar. Ik heb dus, nou, ik heb ze tegen PSV... van Groningen? Je hebt het invest in Groningen? Nou, ik werd dus vandaag gebeld door een journalist van Dagblad van het Noorden. Nasser El Khayati. Dat is dus al morgen iets in Dagblad van het Noorden. Oké. Okay. Nasser El Khayati, moet hij naar Groningen? Toen zei ik, ja. Toen zei hij, oké. Want zei, moet je wel een speciale rol voor hem gaan creëren? Want Nasser gaat dus niet 90 minuten in dienst van de ploeg achter iemand aanrennen. Nee. En zorgen dat we geen tegendoelpunt krijgen. Nee. En het probleem met Groningen is Groningen is misschien wel defensief het best georganiseerd. Het is heel moeilijk om een doelpunt te scoren tegen Groningen. Maar ja, als je een wedstrijd wil winnen, moet je ook wel die andere kant op gaan. Ja, maar dat is vaak, vind ik, als je onder de top zit. Als dit je overweging is van we gaan het compact en we gaan verdedigen. En dat, ja. Maar dan heb je geen power en de afstand wordt te groot. En dan kan je bijna niet scoren ook. Dus nee. als je daar vrede mee hebt. Ik heb dus die Strand Larsen, moeten we allemaal nog kijken, groot talent. Maar als je dus gaat spelen, dat je het heel defensief... Wat vinden de supporters van Groningen? Eigenlijk El Khayati op 10 en Robben vanaf rechts. Dat is toch genieten eigenlijk? Dan ga je toch gewoon naar het stadion. Twee spitsen vooruit met snelheid. Joosten en Robben. En je hebt El Khayati die in de omschakeling dus speelt Fortuna. Je legt ze blind. Speelt een bal, mist een bal. En je hebt El Khayati die wel dit heeft en de kwaliteit heeft om hem weg te leggen. Dat wil je toch? Het duel El Khayati Robben. En met Nasser El Khayati, ik ben zelden van een speler van ADO zo groot fan geweest als Nasser El Khayati. Ja, maar die nam echt heel die ploeg op sleeptouw. Ja. En gewoon in zijn eentje. Ik bleef ook gewoon echt letterlijk niks over toen hij wegging. Hey, ja. Maar ik denk dus ook dus dat Danny Buijs niet een trainer is die zegt... Nasser, kom bij ons voetbal. We gaan het team... Nee, die zegt gewoon... Nasser, kom lekker bij ons voetballen. Box to box. Defensieve taken. Dit. Offensieve taken. Ja, ik weet dan niet of je elke jat die moet halen. Nee, ik denk dat met Robben in de kleedkamer... Die kan redelijk wel in Danny zijn oor fluisteren van... Nee. Kom op. Nee? Robben is ook een type die elke jat die laat werken. Ik zal het heel lullig zeggen. Ik denk dat Mark-Jan Vladeren ze heel erg op geld... dat ze Robben binnen hebben gehad. Ik denk dat Wouter Gudde het heel leuk vindt. Ik denk dat Danny Buijs het ook leuk vindt met Arjen Robben. Maar Danny Buijs gaat niet het team aanpassen voor Arjen Robben. Ik denk dat hij zo koppig is. Ja, ik ben bereid om weg te lopen. Doe dan. De laatste die dat deed, die is nooit meer teruggekeerd. Nee, maar het zijn toch gewoon verschrikkelijke dingen. Wat? Danny Buijs wil zich niet aanpassen aan Arjen Robben. Ja, ik zeg niet dat het zo is, maar dat is mijn gevoel. Heb je dat niet bij Danny Buijs? Nee, dat jij bij... Ja, maar we kunnen nu speculeren op gevoel, maar we hebben het over fucking Arjen Robben. Hoe die werkt, zeg maar. David de D van vroeger komt dat je zegt, Matthijs, ik wil komen, maar ik zit op jouw stoel. En dan ga jij aan de zijkant zitten. Waar gaat het over? Maar denk je dat Matthijs zegt, natuurlijk niet. Jij bent goed ingefluisterd. Dus waarschijnlijk zal het zo zijn. Nee. Dat Danny Buijs niet luistert naar Arjen Robben. Oprecht weet ik dit niet. Maar ik denk echt, want ze maakt hem aanvoerder en dat soort dingen. Maar ik denk dat Danny Buijs een trainer is die werkt vanuit een principe waar hij in gelooft. En weet je, dat is een bepaald systeem. En dan vult hij dat daarin. En natuurlijk heeft Robben bijzondere klasse voor een Groningen. Maar hij vindt het veel belangrijker dat het team zijn idee uitvoert. Ja. Maar we kunnen toch niet uitsluiten dat zijn idee is dat je El Khayati in Robben een vrije rol moet geven en de rest in dienst van het elftal. Ik zou het 100%. Het is ook vrij logisch. Het is ook gewoon een stukje onkunde als je dat niet inziet. Nee, want als jij het alleen maar dichtbouwt en nooit kan scoren. Zeg ik dat Danny bij. Maar ik zou het, als je dat doet, dus je hebt met Joosten en met Robben voorin. En je hebt El Khayati erachter, zeg maar. Dat zijn er wel drie. Nou, Patrick Joosten, dat hoorde je al tegen Ajax. Die schakelt wel om, want anders schreeuwt. Sowieso toch proberen. Dus dat zijn er twee. En dan heb je dus 9 jongens die de rest daarmee bezighouden. Ja. Trouwens wel een goeie. Iemand zegt, Buijs heeft toch samengewerkt met El Khayati bij Kozakken Boys. Jeetje. Dat is lang geleden. Berry Powell, El Khayati en... Powell ook naar Groningen? Zeker. Dat zou het helemaal mooi maken. Van slotoffensief. Maar... Mijn bettinggevoel zegt, Fortuna verliest ieder geval niet. Ik hoop dat Groningen deze wint, maar ik denk dat... Thuis of gelijk? 1x, Fortuna. Ja. 1,70. 1,70? Ja. Wow, jeetje. Ja. Vitesse PSV. Kraker. Zonder Tanane. Gewoon door? Ja, wat? Oké, wat hebben we hier voor Tanane. Ja. Mag je spelen of niet? Nee. Rood? Ja, rood. Ja? Maar geen extra. Jaar geschorst. Nee. Nee, gewoon 1. Wat vond je ervan? Wat van die tweede gele kaart? Ja. Ja, had hij niet moeten doen natuurlijk. Maar snap je dat als een... Want dit is het verhaal wat daarna later naar buiten heeft gebracht. Ja, maar dat weet je niet. Nee, maar we weten het niet. Nou, laat ik het vooropstellen. Hypothetisch. Het zou niet voor het eerst zijn dat scheidsrechters tegen een speler in het veld... bij de hand lopen te doen over... Hey, je moet niet zoveel dribbelen.
Ik kan er echt niet bij. Maar Frenkie heeft het natuurlijk vorige seizoen gezegd. Luc de Jong, Nick Viergever. Zoveel spelers. Het is niet de eerste keer dat dit verhaal naar buiten komt. Nick Viergever? Ja. Maar dat is gewoon een goed coachen van de schijf. Nick Viergever zei het ook. Ik wou dat Mark van Bommel me zou coachen. Bas Nijers was beter als trainer. Nee, oké. Okay. Nou ja, volgens mij hebben we het op Twitter aan elkaar laten weten dat, tuurlijk. Nou ja, de manier van uiten is stom en je weet dat het uitgelegd wordt. Ik zou de schorsing andersom doen. Ik zou Tanano vrijspreken en ik zou Martens 3 wedstrijden geven. Het spelletje met scheidsrechter is gewoon dat ze incasseren veel en ze delen soms ook uit. Maar kijk, als jij zegt, hey, klootzak. Het is een heel ander facet. Armin, weet je, dat als Jordi tegen mij zegt, hey, klootzak. En zegt, hey, klootzak, je moet je mond houden. Prima. Maar als Jordi de hele wedstrijd schoppen krijgt. En dat ik tegen Jordi zeg, ja, moet je maar die bal sneller afspelen. Want je bent de hele tijd aan het piekelen. Er zit dus een wezenlijk verschil in. Dan ga jij dus bepalen hoe Jordi moet gaan voetballen voor hoe ik fluit. Ja, daar zit een wezenlijk verschil. Dat is het verschil. Dan moet de KNVB die opnames van die microfoontjes... Dat is zeg maar nu... Ze hebben nu is het helder. Ze hebben hem. Ze hebben al die opnames. En dat is hetzelfde met Frenkie en met Hiechler was dat toch? Ja. Je moet sneller spelen, want... KNVB neemt zo'n scheidsrechter sowieso in bescherming. Je moet gewoon wel professioneel genoeg zijn om je moment te kiezen om te stoppen. Om te schelden tegen dat de scheids. Dat is het. De actie aan zich is gewoon een kaart waardig. Dat ben ik helemaal met eens. Het enige wat ik heb gezegd. Ik begrijp waar die emotie vandaan komt. Tuurlijk, als het probleem, maar ik praat het niet goed, hè. Maar ik vind het schandalig als een scheidsrechter. Hetzelfde met met Frenkie lachen we erom. En Hiechler. En met Luc de Jong. Lachen, en Bas Nijhuis lachen we erom. Nee, maar leuk dat een scheidsrechter zo bij de hand doet. En scheidsrechter krijgt toch veel overheen. Die mogen toch ook wat zeggen. Maar dan gaat je echt bezighouden met het beroep van een voetballer die op zijn manier speelt. En jij bent er helemaal niet voor. Al wilt hij die bal in zijn nek houden en 100 keer opdrukken. Klopt helemaal. Maar op zo'n moment in de wedstrijd moet je je moment kiezen van oké, nu zeg ik niks meer. Nee, zeker. Ja, ja. Alles na die eerste gele kaart is de schuld van Tanane. Ja. Dus zeg maar, hij wordt getrapt. Hij fruit niet. Hij doet een handgebaar. Zeg wat. Geel. Alles daarna is zijn eigen schuld. En dat weet hij ook wel. Maar het begint bij die idiote scheidsrechters. Die steeds meer vinden dat zij belangrijk zijn. Dat zij grappig kunnen zijn. Dat zij dit, zij dat. Het is heel frustrerend ook. Maar dan moet je dat, zeker met al die beelden en zo. Dan pak dat op na de wedstrijd. Als je uiteindelijk op basis van die emotie gestraft wordt. Kan ik begrijpen. Dan mag je iets vinden van dat de scheidsrechters zo praten. Ja. Tuurlijk. Nee, maar als jij zegt, hey, klootzak. Natuurlijk, hey, klootzak houdt zelf iemand. Prima, dat is snel een emotie. Ja, misschien hoger beroep. Dat je op die manier kan zeggen van dwing maar om die cassette af te spelen. En als het dan zo blijkt te zijn. Sorry. Kijk, 1990 wil zijn woordenboek terug. Cassette? Ja, de cassetteband van de opname. Is als een USB-stickie. Ik weet... ja, maakt het nou uit, man? Dit weten we. Cassette! Ja, als er mensen in de chat zijn die niet, dan moet het toch onder bed. Weet jullie wat een cassette is? Nee, maar... Dat is natuurlijk wel een beetje... En wat in het voordeel spreekt van Tanane... Want weet je, spelers gaan altijd zoeken van... Het is niet mooie woorden, mooie woorden. Dat je ziet, kijk, die scheids kijkt op dat moment, die gozer wordt van achteren neergetrapt, is helemaal niet zo spannend of de overtreding is. En hij geeft hem echt niet. In een actie. Dus toen dacht ik van, nou ja, de kans bestaat dat die jongen gelijk hebt, dat die gozer tegen hem zegt, als je weer gaat dribbelen, fluit ik niet. Ja, nou, dat is gewoon, dan moet je echt voor geschorst worden als scheidsrechter. Ja. Dat maar kan met niet. Zulke dingen, ik denk dat KNVB altijd de scheidsrechters ten alle tijde zal beschermen. Sowieso. De backing is tot het eind. En dat zit ze nu al een beetje... in een lastig pakket met die VAR, want daar kan je natuurlijk ook de nek omdraaien van zo'n scheidsrechter. Ja. Ja, wat goed is, toch? Maar bovenal, zonder dat Tanane zo'n kort lontje heeft, want het zo'n geweldig... Nee, ja, zonder, juist niet. Ik denk echt serieus, dat is zelf ook... Dit is heel lang zijn probleem geweest. Nee, maar helemaal niet, want juist door zijn woede en alles, haalt hij ook het beste in zichzelf naar boven. Jawel, man. Nee, vind ik niet. Ja. Vind ik niet. Ja, maar anders was dit al eerder. En wat waar ik gewoon ook heel blij mee ben, waar ik ook heel blij mee ben, is het woord wat hij gebruikt. Mag ja, Kees. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat geen gele kaart, man. Misschien niet eens geel. Het woord niet. De gebaren omheen, hoe die doet. Hij komt heel dreigend naar die scheids en hij moet een woord kiezen en dan kiest hij mafkees. Maar het liefst wilde hij iets anders zeggen. Maar weet je, ook met Pasveer, die zegt, die schreeuwt over het veld. Hé, hey, wat doe je ook nou? Ook mafkees. Ja, je moet je mond houden, mafkees. Ja, ik vind het leuk. Waarschijnlijk heeft hij gewoon één iemand naast zich gehad van, dan kan je niemand beledigen, zeg gewoon mafkees. Maar Vitesse gaat PSV killen, toch, dit weekend? Nee. Niet verliezen, in ieder geval.
Tenzij Gutsen 90 minuten speelt. Ik denk dat die trainer van Vitesse ook wel echt getergd is om Schmid op zijn plek te zetten. Dus die gaat wel veel verlangen van zijn jongens. Hey, gewoon psychologische oorlogsvoering voor de wedstrijd dat Schmid komt. Ah, Thomas, wie gay? En dan geen box terugzetten. Nou, gewoon zeg goedemiddag, we zijn hier in Nederland. Speta. Ja, goedemiddag. Hoe is het met jou, Roger? Echt wel goed bezig, toch, bij Vitesse, die training? Zeker, als je dat ziet. Ja. Absoluut. Ja, dus PSV krijgt het hoe dan ook lastig. Maar het is in deze tijd nog een beetje afwachten. Wat valt eraf en wat komt erbij tot zondag? Omdat Iataren weer samen met Götze mag spelen. Ja, ja. Ja, maar gisteren, tweede helft, was het echt zo stroperig allemaal. Ja. Ja. Sparta, Heracles. Heracles. Ja, ik kan één wedstrijd tegelijk kijken, dus ik zit bij Vitesse PSV. Maar je kijkt deze dus terug, s'avonds laat? Ja, op een videoband. Leuk. VHS. Heel goed. Max. Jouw clubje, Feyenoord. Nee, wij gaan overheen. Ja, vol? Ja, nulletje of vier. Nulletje of vier, prima. En dan is het wel lekker dat je zondagavond kan afsluiten. RKC is toch... Oh, je hebt het over dat iedereen zijn toto naar de klote gaat. Maar zo'n RKC die dan ineens 0-1 wint, dat is toch ook gewoon onverklaarbaar. Dan heeft iedereen een soort van... Weet je, we gaan ze niet 8-0 geven, maar we winnen allemaal van ze. Ja. En dan wel ineens... de ideale week om Frank van Mosselveld te strikken voor de vrijdagmiddelborrel. Frankie, op weg naar Europa, 4-2. Wanneer kom je bij de vrijdagmiddelborrel? Hey, Neil! Dus, nee, ja, inderdaad. Ik zie gewoon wel, dat is gewoon Feyenoord eigen. Ja, gewoon een moeilijke middag. Juist, je wint hem waarschijnlijk wel, maar moeilijk. Rood naar 4 minuten. Nee, die Nappe. Berghuis gaat het op zijn heupen krijgen. Snel. Hij mag ook. Snel 2 inleveren. Vorige week zag je dus de Berghuis die je niet... Hoe zijn de cijfers van Berghuis tegen de grote ploegen? Is dat goed, een ding bij je? Ja? Ja. Okay. Ja. Ik denk dat Linssen ook eindelijk gaat scoren. Gewoon. Linssen gaat Berghuis uitblinken. En dan is het spitsenprobleem opgelost voor zijn wedstrijd wordt dit. En dan de wedstrijd in het stadion waar ze vorig jaar allebei speelden. Ja. ADO-AZ. Een soort thuiswedstrijd. Ja, dan wordt AZ natuurlijk winnen ook echt eindelijk. Ja? Of weer 4-4. Voor Jopie zeg ik dat ADO gaat winnen. Hé, hey, ADO man, dat is echt... 4-4. Ja, trieste ploeg. Ja, maar het is gewoon... Het is echt... Kijk, bij RKC is een soort sympathiek slecht. Ja. Maar ADO is onsympathiek slecht. Ja. Dat is al echt gewoon dubbelkut. Nee, waar, weet je, Rankovic, die stapt dus in. He, dus die krijgt zijn kans als trainer, he, als hoofdtrainer. Ja, maar dat is wel oneerlijk aan de voetballerij. Want je kan zeggen, waarom doe je het? Maar ja, wie zegt dat als het allemaal Hosanna was en een goede selectie, waren ze niet bij Rankovic uitgekomen? Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen. Wist hij dat ze alles, zeg maar, weg met Eredivisie ervaring weg zouden saneren? Nou ja, het zou zo nog maar eens als je kijkt naar de tijdlijn, zou het toch ook nog een keuze van hem kunnen zijn? Dan om ze weg degraderen te doen. En dan KKD... Nee, dat niet. Zeg maar niet als toekomstperspectief. Maar dat je denkt van, nou, we gaan het anders. Ja, ik vind het heel moeilijk inschatten bij zo'n club. Ja. Ook met het is ook wel leuk dat ze een haasploegje hebben, toch? Financiële, hebben ze geen haasploegje meer? Financiële beslissingen alle vanuit boys, het buitenland. Alle Haagse spelers zijn weg. Pinas, Kees de Boer, ja. Al die jongens. Ja, maar zijn dat Haagse boys? Ik bedoel, je had met Alexi... Maar kijk, Adel, ja, maar, Adel maar, speelt maar, er al zo lang. Dat wel echt... En dat vond ik vorige keer ook met dat ze 11 nieuwe gasten halen in de winterstop. Kijk, Lexi en Tommy is allemaal leuk en aardig, maar die presteerden niks, hè? Nou, ho, niks. Nieuw. Jordi. Op het moment dat zij in die winterstop gingen investeren, ja. Daarvoor was het ook niks. Dus toen heb ik nog gezegd dat ondanks dat de kans 1% is dat het zou werken met een heel nieuw leger, als die anderen niks niet thuis geven, dan maar. Je moet toch iets proberen. Dus dan is het misschien nog een beetje goed te praten. En dan nu ook, als je dat gaat afzetten... Nou, jonge jongens, een beetje aanvullen. Je moet wat, want je kan niet Lexi, Tommy... Nee, dat ben ik met je eens. Die kan je niet blijven maar doen. Je kan niet... Want ze deden gewoon niks. Uit de opleiding, toch? Ik vind de Pinas vind ik wel een aardige speler op zich. Ja, zeker. En weet je, die rechtsback... Die ze vorig jaar verhuurden aan Cambuur, die ze nu weer terug hebben. Broes, weet die rechtsback? Van ADO? Ja, van Ewijk. Misschien moeten ze wat spelers uit China halen, joh. Dat je gewoon een Chinees Haags ploegje hebt. Ja. Ja, maar dat is ook gewoon... Het is ook een samenwerking van niks. Die gozer is eigenaar... Je kan niet altijd een Turkse investeerder hebben. Nee, maar oké. Okay, maar dit is wel echt het voorbeeld van hoe het niet moet. Het moet nog rondkomen, hè? Wat? Met de nieuwe... Oké, maar Gun heeft toch al gewoon... Dat is toch al? Nee, maar Gun heeft toch gewoon zijn waarde bewezen als het nu nog uitbouwt. Ik moet zeggen, Gun is denk ik het voorbeeld... Van als je als buitenlandse investeerder komt in een club, dat je wel het beste met die club voor hebt. Ja, kijk, de achterliggende ja, zaken. Geld verdienen. Nee, maar bij Vitesse zijn natuurlijk anders, maar die komen wel gewoon de shit na.
Die pompen elke keer dat geld erin om het te maar die hebben nu een schuld van hoeveel? Ja, fors. 80 miljoen? Weet niet, ik heb toen dat verslag gelezen van Fabian van der Poel, maar dat weet ik als niet. Als die met en alleen maar goede dingen voor hem hoor, maar als die man morgen niet wakker wordt. Ja, nou ja, dan waarschijnlijk heeft hij een erfgenaam en die moet het gewoon... Ja, en die erfgenaam denkt, oh, Vitesse, ja, wat hebben we eraan? Geen idee. Nee, oké, maar dan gaat hij het betalen en dan weg. Dus dat, ja. Maar ADO, hij heeft tot 2021 gezegd, hè? Is toch wel echt gewoon rampzalig. Dat zo'n gozer, die investeert daarin, maar investeert er niet in. Nee, maar luister, zit in China, heeft helemaal niks met die club, doet niks voor die club. Die beste man is gewoon een pionnetje dat naar voren is geschoven. Dat is nu al een paar keer naar voren gekomen met United fasen. Maar wat is nou het ding? Wat ADO verdient niks. ADO kost misschien nu niks meer. Maar wat is er dan het idee? Gewoon om het in handen te hebben. Ja, geen idee. Nou, die Pardo moest op een manier betaald worden, toch? Ja. Die wat? Nou, die zal zijn geld zeker hebben gekregen. Maar ik begrijp oprecht niet, wat is het idee erachter? Want je doet er niks mee. Kijk, als je iets probeert en het mislukt, oké, maar ze doen niks met die club. Nog niet. Nog niet. We gaan nog 5 jaar wachten. Dat wordt zo vol. Ik hoop gewoon dat ze even 10 Chinese spelers inladen, weet je wel. Nou, ja, nationale elftal. Ja. Gaan we het er wel een keer op. En als ze dan opeens goed gaan spelen, dat zou top zijn. We hebben het helemaal niet over de show gehad. Convo. Ja, nou, het is een... Ook in een transferperiode, toch? Ja, zeker. Waar ga je tekenen? Daar kan ik over een maand antwoord op geven. Nee, weet ik nog niet. Nee. Doe jij de onderhandelingen? Ja. Wat? Convo? Ja. Weg bij Red Bull? Weg bij Red Bull. Oké. Ja. Naar Raadsenbal. Nee, Beijing toch? Beijing Sports? Beijing Sports? Als wij gaan overal zitten als er geld wordt betaald. Kies je nu voor een strategische partner of gewoon een zak met geld? Strategisch. Ja, meen ik oprecht. Ja. Okay. Want dat... Ja. Dat hebben we afgelopen 3 jaar gewoon... Red Bull was een hele prettige partner. Dus nu kijken naar de volgende stap. Over een maandje kan ik je antwoord geven. Ja, een maandje. Oké. Mooi. Thanks in ieder geval. Yes. Succes met je Feyenoord dit jaar. Zal je hard nodig hebben. Ik denk dat we gewoon kampioen worden, maar... Succes met je Feyenoord. Ja, toch? Ik denk echt dat we kampioen worden dit jaar. Okay, en dat meen ik oprecht. Oké, nou. Zirkzee in de winter erbij. Hoppatee. Goed. Floor, dankjewel. Ja, wat wilde ik nog vragen over Blood In, Blood Out? Ik wilde er nog een vraag over stellen over shirtjes. Gaan we iets voor het EK? Ja, dat wilde ik. Volgend jaar is het EK? Ja. Ga je nog iets vets maken? En dan iets vets maken wat, zeg maar, een grotere groep kan kopen. Want je ziet nu heel vaak, jij maakt voor spelers dan... Vette shirts, hè, bij de clubs die gespeeld hebben of van landen, dat soort dingen. Ik zat te denken. Nee? Oh nee, ik luister gewoon. Oh, oké. We waren voor het afgelopen EK, of het EK wat zou geweest zijn. Ik het vind het niet. Hè? Waren we bezig met een project van Tweede Thuis. Dus jongens die ook een tweede cultuur hebben, Nederlanders, met Surinaamse roots of Kaapverdië, Turkije, Marokko, noem maar op. En daar wilden we een heel leuk project mee doen. Maar ja, dat is natuurlijk op een laag pitje komen te liggen. Maar vooralsnog is dat... Vanmorgen was ik bezig met Jerry van Kick-Out Zwarte Piet. Ja. En voor hem een shirt gemaakt, Nederland-Ghana. En toen begon het ook weer te borrelen bij ons. Ja. Om dat soort dingen Het is meer dat het vet is. Als een shirt voor mensen met NN qua roots... Ja, dat doen we echt al heel lang. Systematisch, zeg maar, van oranje... Nederland en je tweede thuis, zeg maar. Ja. Heb jij nog niet een shirtje? Ik heb een carrière van niks, man. Maar dit heeft niks met voetbalcarrière. Is gewoon puur je bloed. Weet je, je cultuur. Ja. En dat is eigenlijk wat we veel leuker vinden ook om te doen. Omdat dat... Ik ga dat twijfelen. Dat gaat dan bijna niet dat ik het niet gezien heb, maar... Wat? Nou ja. Als hij het al een tijd doet. Nee, maar, zeker. Ja. Ja, ik doe het al heel lang. Okay. Maar dat is misschien... We zijn weer een leuke project aan het doen met Umbro met name. Oh? Er komt ook een volgproject. Wat dan? Naar het Home Stadium zijn we aan het doen. We hebben de afgelopen periode een wedstrijd met hun gedaan. Dus mensen over de hele wereld die konden een leuk verhaal indienen. Ja? Met Umbro producten uiteraard. Umbro clubs. En daar hebben we een top 11, een soort van elftal van gemaakt. Dat was heel leuk om te doen. En nu gaan we dat vervolg geven door... wat doe je als supporter terwijl je thuis zit? Maar dat is nog een verrassing. Dat komt naar buiten in januari.
Okay. Dat heeft met name ook te maken met de Zuid-Amerikaanse competitie. Omdat ze daar in twee perioden spelen. Ja, zeker. Ja. Dan komen er nieuwe shirts uit. Hè? Ja, man. En we zijn met Afka een leuk ding aan het doen. Okay. AFC, ja. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog één. Ja. Voor we af zijn. Nee. Nog een nieuwtje. Ik hoor hem net. Okay. Maar we hebben het over shirts. Ik kon Ghana voorbij komen. Iemand van in de game. Daily Paper. Die moet toch het shirt maken van Ghana? Een keer? Ooit? Ja, zeker. Hoe gaan we dat fixen? Ik wil nu niet in de mic zeggen, dat mag ik nog niet zeggen. Ja, maar komt iets in zeggen. Komt iets met. Ja. Met Ghana. Official. Nee, niet met. Official. Ja. Jij bent met ze naar Ghana geweest, toch? Was vorig jaar? Ja, klopt. Ja. Vorig jaar, ja, ja. Kunnen ze niet iets doen met Puma? Dat is je. Nou, gaan we vragen. Ze hebben iets met Puma gedaan. Dat voetbalveldje wat ze daar hebben. Maar wanneer komt het uit? Jongen, wacht nou even. Niks, ik weet nog niks. Natuurlijk wel. Je zegt het. Nee. Maar er beweegt iets. Oh, daar ben ik heel ook wel beweegt. Want ik vond het trouwens de laatste editie. Ik lijkt me zo al vet. Toen zag ik het laatste shirt van Ghana. Toen dacht ik van, het moet nou wel een keer gebeuren ook. Want het was eigenlijk niks. Er beweegt wat. Dat mag en zeggen. Wat er beweegt, dit weekend gaan ze open, hè? New York. Ja. Fucking vet. Heb je het gezien? Ze hebben een hoek. 24 Delancey Street, Lower East Side, Manhattan. Ja, Manhattan. Prachtig. Met het in Google Maps als je dit weekend in New York bent. Ja, laat ons even weten hoe de opening is. Mondkapje op. Kom even. Heb je het gezien? Ze hebben echt. We zullen het straks even laten zien. Het is echt heel vet hoe ze het hebben verbouwd. Heel vet. Laatste vraag. Nu we het net over Umbro hadden. Je mag Ajax niet noemen. Wat is het mooiste Umbro shirt ooit? United. Zeker wel een van de Engelse nationale teams. United. Ierland heeft toch heel lang in Umbro gespeeld? Ja, ook. Oh. Nee, maar ik vind Ierland helemaal niet zo mooi daarmee. Fake leprechaun. Groen en oranje, wat? Wit. Fake leprechaun. Shirts van West Ham United. West Ham United, ook zeker, mooi. Ja. Fake leprechaun. Wat zegt hij? Nee, ik heb United. Gala met Umbro was echt hel. Echt de lelijkste. En echt op zo'n 100-jarig jubileum shit ding. En goud en zilver en brons. Het was echt afschuwelijk. Lotto was nog echt gewoon echt dat je dacht van dit is van de zwarte markt. Maar Umbro is echt een goede twee, hoor. Jij? Engeland, Everton. Ja. Everton? Engeland denk ik wel, die met de baan. Hoort wel. Umbro, Engeland. Ja. 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 Mooi. Goed, dankjewel. Armin. Nog twee. Graag gedaan. Nog een vraag. Nee. Jordi, dankjewel. Heel graag gedaan, Niel. Toch heel anders dan Simon tegenover je te hebben. Het is alleen maar aan het woord. Floor, thanks. Graag gedaan, jongen. De volgende keer. Jullie allemaal een heel goed weekend. Veel plezier met El Clasico, de Eredivisie, de Super League, zoals Armin en zei. En morgen met podcasten met Petersen. Dankjewel. True Crime. Fabrizio, hoe heet die gozer? Fabrizio, hoe heet die gozer? Fijn weekend. Ja.